Een hele goede avond, iedereen. Um, ik heb bewust het muziek afgesloten. Uh, ik weet dat het was, het was heerlijk om naar te luisteren, maar we hebben zoveel te doen uh, vandaag. Joh. Ik denk, uh, ieder minuut die we nu even mee kunnen pakken, is mooi meegenomen. Dus uh, voor ik verder ga, kijk, kijk even naar links naar de moderator chat. Kunnen jullie misschien aangeven, moderators, of ik te verstaan ben jou ja of nee? Ik zie nog niks, maar er zit altijd een kleine vertraging tussen. Ik hoop het wel. Ik denk het haast wel. Je weet me nooit. Ik zie nog niks. Ja, wel. Super. Hey, bedankt Roy. Allereerst, welkom. Welkom iedereen. Voor ik ga beginnen, even een shout-out naar alle moderators. Even kijken wie, uh, wie er allemaal zijn. Ehm um... Nou, Tim is er, uh, Roy is er. Nou, ik weet dat Vivi er is, Bram, Caroline. Ik zal ongetwijfeld nog een paar moderators vergeten zijn of over het hoofd hebben gezien. Allereerst jullie hartstikke bedankt, uh, want uh, nou ja, de chat gaat los. En waarschijnlijk hebben jullie niet veel te doen vanavond, maar je weet maar nooit, er zullen ongetwijfeld wat trollen bij zitten. Uh, en uh, wat betreft uh, iedereen die nu aan het kijken is. Welkom, welkom bij de mini-clinic Treden op Technische Analyse. Het is de eerste keer dat ik het in deze format ga doen. Um, nou, zoals jullie weten geef ik wel vaker clinics. Uh, maar ik heb nog nooit een mini-clinic gegeven. En uh, sterker nog, ik, heb net pas de ik ben pas net klaar met de PowerPoint-presentatie. Um, en en ik, nou ja, ik ben echt, wat zal het zijn? Ik denk een kwartier geleden ben ik pas, uh, uh, pas klaar. Dus het gaat gelukkig goed. En um, alles wat ik er uh, wil vertellen uh, zit er ook in. Um, Eén vraag aan jullie. hebben <laughs> bijna niet te vragen. Maar hoe, 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 hoe was het met voetbal? Ik heb het niet kunnen volgen omdat uh, ik net bezig was om uh, de presentatie in elkaar te zetten. Omdat uh, de, uh, in de middag ging ik live uh, en dat kwam er een beetje tussendoor. Dus uh, uh, ik, alles is een beetje opgeschoven. Even kijken hoe, uh, um, even kijken hoe, uh, hoe Nederland gespeeld heeft. Of hoe, hoe ze gespeeld hebben. Ik zal zo de chat wel even lezen. Ja, er zit altijd een vertraging tussen. Dus wat ik ga doen... Um, ik ga vandaag niet de chat af. Want uh, ik weet dat... Oh, 2-0. Ah, super. Ja, 2-0. Ah, oh, winst. Super. Nou, mooi. Goed om te horen. Top, top, top. Uh, ik zal... Ik, ja, ik moet het morgen maar even terugkijken. Maar jullie zijn even wat belangrijker voor mij dan voetbal. Um, dus, um, nou ja, top. Goed om te horen. Wat ik ga doen... Ik uh, pak niet de chat erbij. Bewust niet. Want... Um, nou, twee redenen, uh, jullie vinden het uh, niet leuk als ik uh, heel lang iedereen goedenavond wens. En buiten dat om, uh, we hebben heel veel stof uh, te bespreken vandaag. Dus uh, wat ik ga doen, ik, uh, uh, even kijken, ik pak gewoon een paar willekeurige namen uh, eruit, een paar. Uh, Robin Beemsterboer, uh, even kijken wie hebben we nog meer. Crypto Oma, Carlo Henny, uh, Outdoor Coaching Noord. Va goedenavond vanuit Drenthe zegt hij. Uh, Freek, een nou, bekende naam. Zin in, succes geven. Super. De chat die gaat los, joh. Ik heb uh, naar mijn weten nog nooit zoveel reacties gehad in de chat. Dus uh, ik vind het tof dat jullie er zijn. Even kijken met hoeveel. We zijn met 356 mensen. 360 mensen. Bizar. Echt bizar. Nou, laten we gelijk beginnen. Um, ik zal mijn scherm delen. Als het goed is, kunnen jullie. Ja, jullie kunnen het. Nu zien, klopt. Nou ja, de mini-clinic treden op technische analyse. De planning van vandaag. De planning uh, is dat de clinic ongeveer tot negen uur duurt. Ik hoop het. Ik hoop echt dat ik negen uh, uur red. En daarna een half uur de tijd voor een vragenronde. Uh, sowieso... Uh, al wordt het later dan 9 uur, dan nog geef ik jullie een half uur de tijd om vragen te kunnen, te kunnen stellen. Uh, dus ja, dan, wordt het, dan loopt het maar even uit. Uh, het is daar niet anders, maar ik vind het wel belangrijk dat als jullie vragen hebben, dat ik die zou, uh, moet kunnen beantwoorden. Het enige is wel, uh, ik ga niet langer dan een half uur de tijd nemen om vragen te beantwoorden, want anders blijf ik aan de gang. En ik uh, beantwoord alleen vragen die betrekking hebben tot alle stof die ik vandaag behandel. Uh, extra indicatoren of andere manieren van treden, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ga alleen de vragen beantwoorden die betrekking hebben tot de stof. Um, Oké, okay. nou heb je vragen? Stel deze alleen aan het einde van het stukje in. Als ik verder ga naar het volgende stuk. Dus heel simpel voorbeeld: als ik het bijvoorbeeld over support en resistance heb. en ik ga daarna door naar het volgende stukje. stel dan je vraag. De reden is: het is uh, redelijk druk. Er zijn met 382 mensen. Bizar, die 382 mensen. Uh, ik denk dat we er 400, 500 misschien wel aan kunnen tikken. Um, we zijn met een heleboel mensen. En als iedereen vragen gaat stellen terwijl ik nog bezig ben met dingen uitleggen. dan wordt de chat één groot chaos. En dan kan ik uh, de vragen ook niet beantwoorden. Dus mijn uh, vraag aan jullie is: uh, wacht met het stellen van vragen. totdat ik klaar ben met dat specifieke stuk. En op het moment dat je ziet dat ik jouw vraag niet heb behandeld. stel het dan. Op het moment dat ik doorga naar het volgende stukje. Ja? Want anders wordt het één groot chaos. Um, en stel deze in de chat, ja, dus de uh, chat op YouTube, daar is, het, uh, daar is het geschikt voor. Ik wil aan de moderators vragen, want het, ja, het is echt bizar druk, uh, omdat ik het ook druk heb vandaag. Alle vragen die jullie eventueel kunnen beantwoorden moderators, het zou tof zijn als jullie die alvast konden beantwoorden. Uh, niet zozeer de technische vragen. Technische vragen die beantwoord ik wel, dat is geen probleem. Maar bijvoorbeeld, ik zie een vraag van Joep. Wordt deze kliniek opgenomen? Ja, dat wordt zeker opgenomen. Uh, maar al, al dit soort uh, 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 randvragen, zeg maar. zou top zijn als jullie die, die konden behandelen. Want ik ga dat in het ga half uurtje ga ik er niet, aan, niet aan toe kunnen komen. En vervolgens er komt één korte pauze. Een korte pauze is voor mij even dat ik even op adem kan komen, uh, even mijn stem kan laten rusten. Pauze is ongeveer. Ja, wat zal het zijn, een minuutje of drie, vier. En dan gaan we daarna gewoon weer lekker verder. Ja. En blijf erbij. Ja, we zijn nu met 380 mensen. Ik adviseer jullie allemaal om gewoon lekker erbij te blijven. Want tussendoor kan je drie keer kans maken op een gratis toegangskaart van mijn nieuwe Price Action Clinic. Misschien hebben jullie het meegekregen, misschien hebben jullie het niet meegekregen. Ik geef uh, binnenkort, uh, datum, wordt, uh, datum volgt nog, geef ik, uh, geef ik een nieuwe clinic over een strategie die ik eigenlijk al de hele tijd gebruik. Uh, even tussen neus lippen door, ik gebruik vier strategieën als ik ga traden. Uh, twee daarvan geef ik al clinics over, dat is namelijk de clinic uh, trade op chart patronen en de clinic trade in training markten. Daarnaast zijn er nog twee andere strategieën. Eentje daarvan is uh, price action traden. En de vierde is iets voor, voor, voor later misschien. Maar price action traden is iets wat ik uh, heel vaak heb gedaan. En ik heb, het is een beetje verwaterd voor, uh, bij mij. Uh, omdat ik de, de twee strategieën waar ik Clinics over geef, dus chart patronen en training markten. Omdat ik die aan het promoten was bij mij op uh, Trading Dagboek kanaal op Telegram. Uh, maar ik heb het sinds kort weer opgepakt. Uh, gisteren nog een trade geplaatst. Uh, dus. Uh, wat betreft Price Action Trading, ik geef daar dus een nieuwe clinic over. Uh, de clinic wordt geïntroduceerd met, bij uh, 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 volgende week. Uh, wanneer is het? Black Friday, dat is aankomende vrijdag dan. Ja, aankomende vrijdag uh, wordt het geïntroduceerd uh, en ja, de, het, het binnenkort wordt binnenkort uh, wordt het gegeven. Maar jullie kunnen dus tot drie keer toe uh, gratis uh, een, to een gratis toegangskaart winnen. Um, hoe jullie dat kunnen winnen, kom ik straks wel even op, uh, op terug. Uh, maar blijf erbij, want uh, ja, kijk, als je weggaat, dan, dan maak je geen kans. 405 mensen, geweldig. Echt geweldig. Nou, wat gaan we behandelen? Ik heb het, uh, uh, kijk, het is een mini-clinic. Dus ik ga, ga niet overal super uitgebreid op in. Dat kan ook niet, want ik heb maar anderhalf uur de tijd om het te behandelen. En daarna ongeveer een half uur de tijd om vragen te beantwoorden. Ik probeer zoveel mogelijk stof binnen die anderhalf uur... Uh, te, uh, te bespreken. Vandaar dat ik ook zeg, uh, ik ga geen vragen behandelen tijdens de uh, miniclinic. Ik doe het allemaal achteraf. Maar om het een beetje uh, uh, netjes te houden, uh, om het een beetje overzichtelijk te houden, wil ik vragen of jullie dus de vragen, zeg maar, aan het einde van ieder stuk willen uh, stellen. Nou, wat gaan we behandelen? We gaan het eerst hebben over wat technische analyse überhaupt is. Ja, wat kan je ermee? Wat houdt het in? Vervolgens gaan we het kort hebben over support en resistance. Waarom kort? In het verleden heb ik daar webinars over gemaakt. Um, mocht, ja, 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 beetje jammer, want ik had de linkjes, had ik graag op willen zoeken van die specifieke webinar. Misschien dat er een moderator is die toevallig de webinar voor uh, support and resistance op kan zoeken, zowel voor trendlijnen als horizontaal niveau. Ik heb twee webinars in het verleden gemaakt en die linkjes dan even plaatsen in de chat. Uh, dat zou tof zijn. En of anders, ja, houden jullie het uh, voor mij nog te goed? Want uh, nou, die, die, uh, de, de, de reden dat ik daar heel kort op inga is, anders verval, verval, ik, uh, verval ik in herhaling. En dat zou, niemand, uh, uh, dat zou voor niemand goed uitkomen. Maar ik moet het wel kort hebben over de theorie achter support and resistance. Want anders snap je, snappen, de me voor de mensen die het nog niet kennen, snappen het alsnog niet als ik de rest ga bespreken. Dus qua support and resistance, kort stukje theorie. Nou, dan gaan we het hebben over MA-lijnen. Wat zijn MA-lijnen? Dus gaan we het hebben over een stukje theorie en praktijk. Uh, ik geef ook mijn sweet spot qua uh, uh, MA-lijn. Uh, ik geef aan welke, uh, welke MA-lijn ik heel vaak gebruik. In, uh, uh, ja, gewoon überhaupt met treden. En daarnaast uh, gaan we het hebben over de Fibonacci Retracement Tool. Ja? Trouwens, wil even, even uh, benadrukken. Wat ik jullie niet ga leren is een strategie, compleet strategie, want daarvoor heb ik gewoon tijd tekort. Wat ik wel ga doen, ik ga jullie de middelen geven om zelf een strategie voor jezelf te kunnen bepalen. Uh, want op het moment dat ik, dat ik mijn werk goed doe, aan het einde zouden jullie uh, uh, in, theoretisch gezien, anders naar de chart moeten, moeten kijken en daar ook je tradersbeslissing op kunnen nemen. Dus ik, uh, er, sta, er staat ook op: traden uh, op technische analyse. Maar volgens mij is het uh, traden met technische analyse. Nou, ik heb verkeerd getypt. Hieronder staat, onder, uh, hieronder staat op technische analyse. Maar ik bedoel: traden met technisch, uh, technische analyse. Dus ik leer jullie technische analyse, bepaalde aspecten ervan. En ik leer jullie hoe jullie eventueel daarop kunnen traden. Maar ik ga niet een compleet. Uh, uh, een complete strategie aan leren. Want daarvoor is gewoon veel te weinig tijd. Dus we gaan het hebben over de Fibonacci Retracement Tool. We gaan het hebben over stoploss positioneren. Uh, en daarnaast, als bonus, gaan we het hebben over een indicator... die je helpt met deze stoploss positie. De mensen die mijn clinics hebben gevolgd... die weten dat ik een, uh, mijn stoploss op een bepaalde positie positioneer. Maar dit waar ik het vandaag over ga hebben, is niet... Heeft niks daarmee te maken. Het hebben we wel mee te maken, natuurlijk, want je hebt uiteindelijk heb je een bepaalde positie nodig voor je stoplos. Alleen door middel van deze indicator uh, kan je de stoplos beter positioneren. En uh, dit is een indicator die we nog nooit uh, besproken in een kliniek. Volgens mij één keer heel kort, maar ik ga er wat dieper op in. Bram, oké, okay, top. Uh, als jullie in de, in de chat kijken, zien jullie dus de vorige webinars. Uh, twee daarvan, uh, tenminste beide linkjes heeft hij geplaatst. Daar heb ik het dus over horizontale uh, support en resistance en daarnaast support en resistance qua trendlijnen. Dus dat zijn dingen die, daar ga ik dus niet diep op in vandaag. Dus uh, oké, okay, nou de indicator die je dus helpt met de stoplosspositie. En als laatste, of nee, niet als laatste, als ene laatste gaan we het hebben over positiegrootte. En als laatste over Risky World Ratio. Ja? Mocht het zijn dat deze uh, termen jou niks zeggen, dat geeft helemaal niet. Uh, laat het over je heen komen. Aan het einde van de avond ben je wel wat wijzer. Nou, Oké, okay, we gaan beginnen. Wat is technische analyse? Nou, an technische analyse is het analyseren van charts... Op basis van eerdere prijsactie. En met prijsactie bedoel ik niks anders dan de candles die jullie zien op uh, charts. Uh, in het verleden. Dus je kijkt naar het verleden, naar de candles die gevormd zijn in het verleden. Om zo de toekomst met een grote mate van waarschijnlijkheid te voorspellen. Technische analyse is niks anders dan dit. Uh, mensen kunnen het heel fancy uh, doen klinken, maar dat is eigenlijk dit. En uh, tuurlijk er zijn bepaalde indicatoren die dit kunnen doen, maar alles komt eigenlijk hierop neer dat candles in het verleden worden gebruikt om uh, 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 de toekomst met grote mate van waarschijnlijkheid te kunnen voorspellen. Niks meer, niks minder. Technische analyse is geen glazen bol. Ja, ik heb geen glazen bol. Niemand heeft de glazen bol. Maar door gebruik te maken van technische analyse... En dan kijk ik naar links, ik zie een chat voorbij komen. <laughs> uh, ja, sorry, ik moet er even om lachen. Maar uh, technische analyse is dus geen glazen bol. Uh, je kan het dus niet met volledige zekerheid iets over de koers zeggen. Want dat kan niet, want er staat hier ook bij. Met technische analyse kun je onmogelijk met volledige zekerheid de koers voorspellen. Niemand kan dat. Want... Om de koers met volledige zekerheid te kunnen voorspellen, moet jij weten wie er op dat moment op die specifieke chart aan het treden is, waar zij op dat moment aan denken. En daarnaast moet je ook wel weten hoe groot een portfolio is. Want als, er, als een iemand bijvoorbeeld een uh, market-order plaatst met een klein portfolio, dan heeft het geen impact. Maar als iemand een market-order plaatst met een grote portfolio, dan heeft het wel degelijk impact. Dus met technische analyse kan je nooit met volledige zekerheid de koers voorspellen. Kan niet, bestaat niet en dat, dat wil ik ook niet. Alleen door gebruik te maken van prijsactie in het verleden, kun je wel met grote mate van waarschijnlijkheid de toekomst voorspellen. Dit is eigenlijk niks anders. Uh, technische analyse is eigenlijk niks anders dan deze drie punten. Uh, natuurlijk, je gaat er heel lang over doorgaan, maar kort samengevat, gaat het eigenlijk hierover. Oké, okay, dit is dus waar ik, waar ik het over had. Hè? Over support en resistance. Um, besef, en dat heb ik er nu niet bij gezet, maar dat vertel ik dan even um, uh, live. De koers is altijd op zoek naar support en resistance. Ja? En met support wordt niks anders dan een vloer bedoeld. En resistance wordt niks anders dan een plafond bedoeld. Ik ga het principe ga ik zo met jullie bespreken, maar besef gewoon: Support en resistance heb je op verschillende timeframes. Ja, dus je kan bijvoorbeeld support en resistance op een uur hebben. Ja, dus het, het principe wat ik nu ga bespreken, kan je op een uur zien. En als je op 15 minuten kijkt, dan kunnen het weer hele andere niveaus zijn. Dus besef gewoon: Support en resistance staat los van een specifiek. Uh, 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 staat los van uh, een specifieke chart. Want ieder chart, en dan denk maar aan bijvoorbeeld de Bitcoin tegen de dollar, nou, daarmee bedoel ik het, uh, uh, sorry, uh, geen chart, maar ieder trading dus bijvoorbeeld de Bitcoin tegen de dollar, heb verschillende charts afhankelijk van de timeframe. En ieder timeframe heeft zijn eigen support- en resistance-niveaus. Ja? En binnen die timeframes is de koers eigenlijk altijd op zoek naar support- en resistance. Het doet, doet niks anders. Want. Resistance is niks anders dan een prijsniveau. Of nee, support. Laten we eerst even support bespreken. Wat je hier ziet. En even spieken op de volgende slide. Nee, oké. Okay. Support, ja, dat is deze groene lijn. Dat is niks anders dan een prijsniveau, een vloer. Waarbij er een heleboel koopopdrachten staan. Ja? En resistance, dat is deze blauwe lijn. Is niks anders dan een plafond waarbij een heleboel verkooporders staan. Dus wat gebeurt er? Op het moment dat de koers... En ik zei net al, de koers is altijd op zoek naar support en resistance. Op het moment dat de koers stijgt, ja... Het enige wat een stijgende koers kan laten stoppen of pauzeren, is resistance. Waarom? Hier kopen mensen, kopen, 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 Vervolgens komen ze op een bepaald niveau terecht waarbij er een heleboel verkoopopdrachten staan. Nou, de kopende kracht is niet groot genoeg om de doorheen te breken, want er staan gewoon veel te veel verkoopopdrachten. Nou, wat gebeurt er? De koers kan pauzeren en dus een tijdje zijwaarts gaan of het kan keren op zoek weer naar de support. Nou, in dit geval zie je het keren. Vervolgens is de koers, op, de koers heeft resistance ondervonden. Vervolgens gaat hij op zoek naar support. Nou, wat zei ik net? Support is niks anders dan een vloer waarbij er een heleboel koopopdrachten staan. Dus wat gebeurt er? De mensen die hier, uh, tenminste, de, 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 heel veel mensen verkopen hier. Waardoor de koers zakt. Ja, dus de verkopende kracht neemt toe. Vervolgens bereikt de koers een bepaald niveau. waarbij er heel veel koopopdrachten staan. En wat gebeurt er? De koers keert weer. Alleen besef gewoon: het kan niet altijd oneindig keren. Ja, de koers is altijd op zoek naar support en resistance. Alleen. Dat ...die niveaus, want dit is niks anders dan een niveau... ...resistance is een uh, niveau, een support is een niveau... ...die niveaus worden ook heel vaak, nou niet heel vaak... ...altijd op een gegeven moment doorbroken. En op het moment dat het doorbroken wordt... ...dan zie je dat hier de koers... Uh, ...die test resistance, dat noemen ze een test... ...dus hij, hij zoekt resistance op. Op het moment dat resistance doorbroken wordt... ...is dat de koers hier, hier door, doorheen komt. Dus de kopende kracht is groter... ...dan de aantal verkooporders die hier staan... Dan breekt hij er doorheen. En wat zie je dan? Vervolgens nou, gaat hij dan weer op zoek naar een nieuwe resistance. Want die heeft hij hier niet gevonden. Hij is er doorheen gebroken. Hij heeft hier uh, resistance gevonden. En, dus, en, en uh, vervolgens en bounce, die, en dat noemen ze bounce, dat is weer kaatsen van een bepaald niveau. Vervolgens bounce die weer van het niveau af. Alleen wat je ziet, en dat zie je altijd gebeuren, is dat resistance na door doorbreken support wordt. En dit noemen ze een SR-flip. Ja, de S staat voor support, de R staat voor resistance. En het is niks anders dan een flip van support en resistance. Dus op het moment dat resistance doorbroken wordt, wordt het support. En op het moment dat support doorbroken wordt, wordt het resistance. Dit is het basisprincipe van support en resistance. Ja? Support en resistance op, je heb je op allerlei verschillende niveaus. Je hebt het op horizontaal niveau, dus wat je hier ziet. Je hebt trendlijnen, en met trendlijnen bedoel ik niks anders dan kaasrechte lijnen, die bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld aan de hoes gek. Dit doet. Dit doet ja, de onderste lijn staat voor support. De bovenste lijn staat voor resistance. En wat je ziet is dat de koers vervolgens ertussen beweegt. Of je hebt MA-lijnen. Moving average-lijnen. Er zijn een heleboel andere uh, manieren van support en resistance. En daar ga ik niet op in. Um, waar ik het even over ga hebben. Dus, kijk, ik heb in het verleden een webinar gegeven over horizontaal niveau. Dus dit principe wat je hier ziet heb ik besproken. Horizontaal niveau. Ik heb in het verleden een uh, webinar gegeven over trendlijnen. Ook dat kan je zien. Uh, Bram heeft net de linkjes geplaatst in de chat. Dus doe er vooral je voordeel mee. Uh, let alleen wel op, ik ben nu inmiddels wel wat. Um, um, uh, hoe noem je dat? Wel wat. Uh, er, meer, uh, wel wat meer ervaren vergeleken met, met toen. Dus uh, <laughs> ik zat laatst dat ik die webinars te kijken. Uh, laat ik het zo zeggen: groot verschil met hoe ik het nu doe en, en vergeleken met vroeger. Dus uh, besef wel, de uh, <laughs> kwaliteit van presenteren was wel even wat anders. Maar dat maakt niet uit, het gaat om de inhoud. Dus je hebt op horizontaal niveau heb je uh, levels. Je hebt op ja, verticaal, dus trendlijnen heb je levels. Maar je hebt ook MA-lijnen. En daar gaan we het nu over hebben. MA staat voor Moving Average. Ja? Een SMA staat voor Simple Moving Average. En een Simple Moving Average maakt een gemiddelde van de laatste x aantal sluitprijzen. Simpel voorbeeld, uh, even kijken. Uh, dan moet ik Stel je voor uh, 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Je hebt 5 prijzen. Ja, uh, de, uh, de, candle, de eerste candle, uh, de prijs die sloot op 1 dollar. De prijs van de tweede candle sloot op 2 dollar. De prijs van de derde candle sloot op 3 dollar, 4 dollar en 5 dollar. En inderdaad, Elfan zegt vroeger, uh, zo lang is het nog niet geleden. Kevin. Uh, nee, maar klopt. En, maar dat is alleen maar goed, want dat <laughs> vergelijkt mij nu eens met destijds. Maar weet je, dat is een heel ander verhaal. Um, 1, 2, 3, 4, 5. Dus je hebt. Uh, 1, uh, tenminste, deze candle die sloot op 1 dollar. Deze candle op 2 dollar, 3 dollar, 4 dollar, 5 dollar. Dus dit zijn de vijf laatste candles. Wat SMA doet, die maakt de gemiddelde van alles. Dus die, die doet 1 plus 2 is 3. 3 plus uh, 3 is 6. Uh, 3, uh, 6 plus 4 is uh, 14. En uh, 4 uh, uh, is 10. En... Uh, uh, nou, ik wil van op, 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 op. 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. Uh, 6 plus 4 is 10. En f, uh, 10 plus 5 is 15. Gedeeld door 5. Dus die maakt de gemiddelde van de laatste 5 uh, sluitprijzen. Dus dan hebben we het over de SMA 5. En dan kom je uit op 3. Ja, want die, die telt alles bij elkaar op. Dus dan kom je uit op, op uh, uh, zeg ik het goed? Ja, 15. Uh, 15 gedeeld door 5 is 3. Dus de waarde op dat moment. Is 3. Zo moet je het zien. Dus die, die, die doet niks anders dan uh, de, in dit geval de laatste 5, we hebben het dan over het SMA 5, gewoon als voorbeeld. Die doet niks anders dan een gemiddelde maken van de laatste 5 sluitprijzen. Vervolgens zijn er ook andere uh, uh, moving averages. En ik gebruik allebei in deze presentatie. Want uh, de SMA die maakt een gemiddelde van de laatste. Uh, x aantal sluitprijzen. Nou, als het gaat om de SMA 5, dan heb, gaat het om de laatste 5 sluitprijzen. De EMA, en die staat voor Exponential Moving Average, die doet hetzelfde als een SMA, die maakt een gemiddelde, alleen tellen de meest recente candles zwaarder mee. Ja, goed om te onderscheiden dat EMA de me, bij, bij een EMA de meest recente candles zwaarder meetellen en bij een SMA een gemiddelde, uh, die neemt een gemiddelde van een aantal sluitprijzen. SMA is vrij simpel uit te rekenen. EMA, ik heb de formule gezien, ik ben vrij goed bij wiskunde, zou je niet zeggen. Af, 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 als je afgaat van mijn rekenfout van zojuist. Ja, dat krijg je als je voor 430 mensen iets moet uitleggen. Uh, maar ik ben vrij goed in wiskunde, maar uh, EMA berekenen, dat, uh, nee, dat uh, lukt, lukt, lukt mij niet gauw, laat ik het zo zeggen. Uh, maar daar heb je dus die uh, indicatoren voor. Dus SMA hebben we gehad, we hebben de EMA gehad. Dus de EMA doet hetzelfde. Als een SMA, die maakt gewoon een gemiddelde. Alleen de meest recente kendels zwaar, wegen zwaarder mee. Dus deze candle, de meest recente candle, die weegt zwaarder mee dan die. Deze candle weegt zwaarder mee dan die. En ga zo maar door. Nou, de reden waarom uh, moving average lijnen zorgen voor support of resistance... is omdat best wel veel traders hierop treden. Ja, dus ik zei net al, er zijn meerdere soorten... Um, uh, meerdere, meerdere soorten support en resistance... Je hebt dus op horizontaal niveau trendlijnen en moving averages. Mijn ervaring is dat de support en resistance op horizontaal niveau het grootst is. Daarna trendlijnen en daarna moving average lijnen. Maar omdat ik al die andere twee in het verleden al besproken heb, uh, lijkt het me onnodig om die te bespreken. En uh, er zijn ook heel veel mensen die, uh, die, die aangeven, heel veel traders. Ik ben er ook eentje van, dat moving average lijnen eigenlijk ook trendlijnen zijn, omdat die ook uh, support en resistance geven. Dus um, nou, we gaan het dus vandaag hebben over moving average lijnen. Ieder chart, dit is super belangrijk om te beseffen, want bij mij duurde het heel lang voordat ik het überhaupt wist. Um, maar die heeft een bepaalde MA-lijn of EMA-lijn. Dus, uh, sorry, een MA-lijn, of moving average lijn, nou, dat kan bestaan uit uh, SMA, EMA, uh, die het volgt. Dus denk maar bijvoorbeeld aan uh, de Bitcoin tegen de dollar. Ja? Je zal zien dat bijvoorbeeld de 15-minuten-chart een bepaalde lijn respecteert, een bepaalde moving average lijn en uh, bijvoorbeeld de een uur of een dag chart weer een hele andere. Dus je kan aan de gang blijven met het opzoeken van de juiste MA lijn, maar persoonlijk zijn het drie lijnen waar ik het meeste gebruik van maak. En als ik zie dat mijn uh, charts een uh, van die drie lijnen niet respecteert, dan ga ik er gewoon niet op treden, tenminste niet met deze, niet op deze manier. Dus ieder chart, dus ik heb het niet over muntparen, want het kan, uh, ieder muntpaar heeft verschillende charts. Dus denk maar aan bitcoin tegen de dollar. Nou, je hebt de dagchart, de urenchart, 4 uurchart, 10 minuten chart, 15 minuten chart. Dus ga zo maar door. Maar iedere chart heeft een bepaalde MA-lijn die het het beste volgt. Oké, okay. en mijn sweet spot is de 13 EMA. Dus dat is de lijn die ik het meeste aanhoud als ik uh, uh, op, uh, nou, überhaupt uh, uh, op uh, met MA-lijnen. Uh, trade. Er is een heel strategie waar ik zeg maar uh, uh, gebruik van maak, uh, wat met betreft MA-lijnen. Maar uh, een van mijn meest favoriete MA-lijnen is de 13 EMA. Maar daarnaast ook de 200 SMA en de 50 SMA. De 20 SMA gebruik ik ook, maar dat gebruiken heel veel van jullie ook, want dat is de, niks anders dan de middelste lijn van de Bolletje Bands. Die gebruik ik ook best vaak, maar het is meer de 50 SMA, 200 SMA en de 13 EMA die ik het meeste gebruik. Oké, okay. goed nieuws. Uh, ik vind het tijd om een winnaar uh, bekend te gaan maken. Dus wat ik ga doen, en dit is de eerste winnaar, uh, we zijn nu met uh, 426 mensen. Dus dat belooft wat. Even kijken hoor. Ik pak dit erbij. Wat ik ga doen, en dan wil ik vragen of jullie heel even willen stoppen met uh, typen in de chat. Heel even, tot ik mijn zegje heb gedaan. Um, wat ik ga doen, ik ga hier een bepaald woord typen. Ja? Het is de bedoeling dat jullie binnen één minuut, en ik, uh, ik, uh, ik ga timen. Ik pak mijn telefoon erbij. Uh, momentje, ik pak de timer. Zo, ik heb de timer, zoals jullie kunnen zien. Die ga ik zo instellen. Dat jullie binnen één minuut dat ene woord typen in de chat. En als jullie dat doen, dan... Um, zo, kijk, de chat is losgegaan, joh. Het zijn allemaal... Uh, mijn oude berichten. Even kijken. Nou ja, oude berichten. Is uh, van net. Oké. Okay. Dus, uh, kijk. Uh, let alleen wel of, uh, een kleine kanttekening. Dit is voor mij de allereerste keer dat ik deze bot gebruik. Mocht dit fout gaan, heb ik nog een backup plan. Of een backup plan. Een backup plan. Uh, maar ik, ik heb het vanmiddag getest. En het zou goed moeten zijn. Dus ik wil vragen of jullie heel even willen stoppen met typen. Ik typ een uh, woord. Hier, en op het moment dat ik dat woord heb getypt, wil ik vragen of jullie binnen één minuut datzelfde woord in de chat typen. En vervolgens uh, klik ik hierop, op roll it, en dan zou er een winnaar bekendgemaakt moeten worden door deze bot. Mocht het niet zo zijn, um, dan alsnog even stoppen met typen, want anders is het onoverzichtelijk. Dan, kan ik, uh, uh, dan wordt het lastig voor mij. Uh, dus... Op het moment dat ik zeg stop met typen, stop, alsje, stop alsjeblieft dan met typen. En dan, um, ja, Maries zegt, mijn chat, lo chat loopt niet meer. Maries, dat komt omdat uh, ik dus heb gevraagd of mensen stoppen met typen. <laughs> Daarom loopt het niet meer. Dus top, 428 mensen zijn gestopt met typen. Super, dankjewel. Dus wat ik ga doen, ik ga het woord ga ik zo typen. En op het moment dat ik ja zeg... Um, Ga brandlos. Uh, typ één keer dat woord en uh, vervolgens is dat genoeg, want uh, er wordt hier een uh, ding is, uh, geplaatst. Een, uh, uh, er is in een script automa automatically mark users inel ineligible uh, that post the keyword multiple times. Dus het heeft geen nut om dat woord meerdere keren te typen. Het heeft geen nut, want. Uh, dit, het wordt eruit gefilterd. Dus bespaar je de moeite, typ het woord één keer. En dan gaan we gewoon uh, een winnaar kiezen. Mocht het zijn, dus nogmaals, nogmaals, mocht het zijn dat hij geen winnaar kiest. Stop alsjeblieft alsnog met typen. Net zolang tot ik mijn backup plan tevoorschijn heb gehaald. En dan uh, maken we gewoon een winnaar bekend. Nou, laten we gek doen. Het eerste woord is. Um, even kijken, laten we gek Een woord die niet vaak gebruikt wordt. Um. Honing. Typ het woordje honing in de chat. Vanaf nu. En de timer gaat nu voor start. Er zit trouwens een, uh, een delay van, wat zal het zijn? Ja, 10 seconden. Dus ik doe 1 minuut en 10 seconden. Daar stop ik. Iemand zegt Bitcoin. Nee, ik zei geen Bitcoin-kurt. Ik zei honing. Schoenpoets. Nee, ook niet gebak, nee, ook niet. Zo, kijk, de chat is losgaan, joh, bizar, echt bizar. Zo, geweldig dit. Dit, dit, dit moeten we vaker doen, echt. Kijk, ze is losgaan. Hier links in het scherm zien jullie hoeveel uh, uh, users uh, het getypt hebben. Bizar. Tot nu toe 280, 285. Nou, de timer loopt. Dus uh, ik zou zeggen stop met typen. Vanaf uh, nu. Ja? Dus ik wacht nog heel even tot, tot alles doorkomt. Ik zie Sinterklaas, thee met honing. het is allemaal goed. Bijenvloeistof. Geweldig. Oké. Okay. Nou, de chatten gaan nog heel even door, want er zit een... Uh, Vertraging van 10 minuten, 10, 10 minuten, 10 seconden. Nou, ik zie dat het uh, aantal mensen is geëindigd op 312. Okay, van je begint Elon Musk-achtige trekjes te krijgen. Nou, als ik ook nog eens zijn portfolio tot mijn beschikking heb, dan vind ik het helemaal nederig, maar helaas. Oké. Okay. Dan zou, er, zou ik zouden jullie nu in de chat een winnaar moeten kunnen zien. En zo te zien is het Roel Smeets. Roel Smeets gefeliciteerd. Top. Uh, Roel, uh, ik wil jou vragen om en dat uh, e-mailadres plaats ik in de chat om een e-mail te sturen naar klantenservice@cryptocoins.nl, maar Duidelijk uh, een screenshot daarin plaatsen in die e-mail van je gebruikersnaam op YouTube en de livestream. De reden daarom is, uh, we zijn nu met uh, 448 mensen. Nou, jullie zijn allemaal te vertrouwen. Dat weet ik 100% zeker. Maar er zijn ook bepaalde concurrenten die niet te vertrouwen zijn. En we willen niet dat uh, die mensen onder jouw naam uh, een e-mail sturen om uh, nou, deel te kunnen nemen aan mijn kliniek. Het zijn tenslotte concurrenten, dus je weet nooit. Uh, het zou me niks verbaasen als. ...bepaalde concurrenten mijn clinics volgen... ...om dan vervolgens zelf dat clinic zelf te geven. Maar dat is weer iets heel anders. Dat maakt niet uit. Uh, dus... Um, uh, ...ja, wat ik even kijken. Uh, wat, wat ik zeggen wel, uh, ...maak een screenshot van je gebruikersnaam in YouTube... Ja, ...en deze livestream. Stuur je screenshot naar... ...klantenserviceapenstraatjecryptocodice.nl Maar niet getreurd. Heb je niks gewonnen? Maakt niet uit. We, we doen dit nog twee keer. Ja, dus we gaan gewoon weer lekker verder met de presentatie... En uh, tijdens de presentatie, als jullie erbij blijven, gaan we dat gewoon weer twee keer doen. Dus niet weggaan, want anders ben je echt... Ja, ja kijk, uh, we hebben het niet over tientjes werk. Dus uh, het kost best wel wat, zo'n zo zo clinic. Dus ja, je, je, zou, je zou er uh, sowieso uh, voordeel aan kunnen hebben door, uh, door het te winnen. En daarnaast ook nog eens uh, door het te gebruiken met reden. Dus uh, advies is, blijf er lekker bij. En uh, misschien leer je nog eens wat qua kliniek. Oh, nou, uh, dat was dus niet de bedoeling. Wij gaan verder. Ik vond het een leuke opmerking. Je begint Elon Musk-achtige praktijken uh, te krijgen. Ik vind het leuk. Alleen uh, jammer genoeg niet zijn, uh, zijn portemonnee. Jammer. Um, ah, Rolf die zegt: gefeliciteerd, bijna naamgenoot. <laughs> ja, inderdaad. Ro 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 en, uh, Rolf, dat uh, scheelt niet veel. Uh, Oeh. Daan Sluiman, stop. <laughs> Oké, okay, nou, ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar, maar Daan. Uh, <laughs> Oké, okay, nou, ik, ik zal niks zeggen. Uh, Daan ziet het vanzelf wel. Uh, maar ik, zei, ik krijg een uh, melding uh, van, de, van, de, uh, van de bot. Okay. Nou, mijn sweet spot is dus de 13 EMA. Die gebruik ik heel vaak tijdens het trainen. Uh, om sowieso support en resistance te bepalen. Maar goed, dat is persoonlijke voorkeur. Dan, ja, weet je, uh, ik leg jullie mijn strategieën uh, Het is geen strategie. Maar ik leg jullie mijn uh, manier van technische analyse uit. En daar hoort de 13 EMA sowieso bij. Als het gaat om MA-lijnen. Nou, MA-lijnen in de praktijk. Wij gaan de browser er weer bij pakken. Moet die alleen wel werken? Uh, hier. Oké. Okay. Nou, dit is de bitcoin. Kijk, het is uh, bizar. Oh. Heel veel mensen dachten trouwens dat de bitcoin nooit richting de 14.000 zou gaan. Ik had een tijdje geleden aangegeven in een van mijn video's... dat 14.000 voor mij een reëel prijs zou zijn voor de bitcoin. Um, ik kan me nog goed aan herinneren, of de, uh, de comments herinneren. Uh, heel veel mensen waren het er niet mee eens. En moet je kijken waar die nu staat, op 15.969 het zal niet lang meer duren voordat hij de 14.000 aantikt, als je het mij vraagt. Maar goed, uh, dat is, zoals ik net al zei, geen glazen bol. Voor hetzelfde geld gaat hij nu wel naar 100.000 likes. En over de 100.000 likes gesproken, sorry Vivi, maar ik ga het toch zeggen. <laughs> ik heb uh, gisteren, en ik denk niet dat ze het leuk gaat vinden, maar ik ga het gewoon zeggen, want dan staat het zeker vast. Uh, gisteren heb ik met Vivi, en Vivi is de dochter van Rolf, heb ik de afspraak gemaakt dat zodra Bitcoin op 100.000 dollar staat... Uh, nou, ik had, ik had sowieso beloofd dat ik zou zingen in een tijdens een eerdere, uh, uh, tijdens een eerdere uh, sessie, live sessie, uh, puur uit blijdschap. Maar Fifi uh, voelde zich genoodschaakt om ook mee te zingen. Dus uh, als de Bitcoin 100.000 dollar aantikt, dan kunnen jullie een serenade van ons verwachten. Uh, 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 serenade, geen serenade, nee, serenade is heel iets anders. Dan kunnen jullie een, uh, uh, een, een, een stukje van ons verwachten uh, met uh, muzikaal gezang. Nou, sorry, Vivi, Ik uh, verdorie zeg ze. <laughs> ik heb het gewoon gezegd. Dus het staat vast. En ik heb er screenshots van gemaakt. Dus uh, sowieso. Oké, okay, um, MA-lijnen. Ja. Zoals ik net al zei: uh, ik gebruik drie MA-lijnen. De 200 SMA, de 50 SMA, de 20 SMA eigenlijk ook. Maar niet heel vaak. De 20 SMA, dat is meer de, 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 lijn, de middelste lijn van de Bollinger Bands. Zorgt uiteraard ook voor support en zo. Maar persoonlijk ben ik uh, uh, meer de voorstander van de 13 EMA in plaats van de 20 SMA. Dus het gaat om de 200 SMA, 50 SMA en de 13 EMA. Nou, wat, uh, wat doen we? Ik heb TradingView voor me, zoals je kan zien. Uh, wij gaan die lijnen gaan we um, intekenen, of tenminste uh, plaatsen hier. Hoe doen we dat? We gaan hierboven naar indi Indicators. En uh, hetzelfde principe heb je ook op TradingView. Uh, sorry, op uh, Hypertrader en op Altradie. Uh, eigenlijk alle tools die gebruik maken van de TradingView library. Dus dit is uh, library, dus gewoon de deze tool van TradingView. Uh, uh, daar kunnen jullie dezelfde principes mee doen. Dus Hypertrader werkt en dingen is ook uh, Altradie. Dus we gaan naar Indicators. Nou, als je klikt op Indicators. Ik heb het eigenlijk al... Uh, uh, het is een van mijn favorieten, zie ik al. Dan ga je naar uh, Moving Average. En dan gaan we eerst de SMA gaan we doen. Ja? Dus dan typ je hier Moving Average. Wat je hier ziet staan. Ja, ik zal het voor de zekerheid even typen. Dan kun je het zien. Moving Average. En dan pak je de gewone. Ja? De Exponential is de EMA. Maar daar kom ik straks even op terug. Maar je pakt gewoon even de gewone Moving Average. Ja? Vervolgens als je die hebt uh, geklikt. Ja? Je hebt één keer geklikt en je ziet hem al. Hij komt hier. Ja, de standaard staat hij op 9. Dus hij, hij is nu eenmaal gekomen. Klik je er nog een keer op, dan heb je twee keer de MA. Ja? Vervolgens, als je uh, de. Uh, uh, wat ik zei ook, het gaat om de x aantal sluitprijzen. Nou, de SMA 200 uh, heeft, gaat om de laatste 200 sluitprijzen. En de SMA. 50 gaat over de laatste 50 sluitprijzen. Dus je wilt het aan kunnen passen, want hij komt standaard als 9. Ja, dus MA9 zie je dan, de SMA9. Ga je hier naar het tandwieltje? Ja, dus je pakt even de bovenste. Dus ga je hier naar het tandwieltje rechts ervan en vervolgens vraagt hij om de lengte. Ja, de lengte staat standaard op 9, maar wij hebben dus de 200. En hier zie je ook de SMA. Als je hierop klikt, dan zie je, kan je ook EMA noemen. Gewoon standaard SMA. Dus het gaat om de SMA 200, dus voer je hier 200 in en wat Roof altijd doet, maar ja, Roof heeft een donker achtergrond. Uh, bij mij kan het uh, niet. Roof heeft altijd de snelle lijn gele kleur en de langzame lijn een rode kleur. Persoonlijk, als ik een donker achtergrond gebruik, zoals bijvoorbeeld op TradingView of HyperTrader, dan doe ik dat wel. Dan doe ik de MA 200, omdat het een langzame lijn is, geef ik een rode kleur en de MA 50 een uh, gele kleur of uh, weet je, je kan heel heel uh, Roof doet dan uh, de MA 20 doet hij geel. Uh, en nou, kleurencombinatie van hoe weet ik even niet meer. Uh, maar het gaat er gewoon om: je, je kan de kleuren kan je aanpassen. Maar omdat dit een lichte uh, achtergrond heeft, kan ik niet werken met geel. Nou, Wat doe ik persoonlijk? Ik maak alles zwart. Maar dit is persoonlijke voorkeur. Dus ik maak het zwart. Alleen de MA, dus de SMA 200. Doe ik dik gedrukt. Dus dan heb je een dik gedrukte lijn. Dat is voor mij de SMA200. Vervolgens klik ik op de onderste. Dus deze hebben we gefixt. Dus dat is hier ook MA200. Uh, we hebben hem zwart gemaakt en dik gedrukt. Vervolgens doe je hetzelfde bij de onderste lijn. Dus dan klik je op het tandwieltje. En dan maken, gaan we bij inputs maken we de 50 van. Die maken we zwart. En die gaan we niet dik gedrukt maken, maar gewoon de standaard uh, dikte. Ja, dat is. Hoe ik het altijd doe. Uh, Roef die zegt, uh, ik zet die kleur altijd van, link, uh, van licht naar donker. Dus hoe sneller de lijn, des te lichter de kleur. Maar kies gewoon een schema dat voor jou goed werkt. Inderdaad. Um, Oké, okay. dus ik maak gewoon... Uh, dus ik heb de MA50 heb ik, uh, dun. En de MA200 heb ik dik. Dus zo is het voor mij duidelijk. Zo hoef ik niet te we heb ik niet allemaal verschillende kleurtjes hierover. Uh, zo zie ik in één oogopslag uh, uh, welke de langzame lijn is. Nou, Dan is wat dikker. Waarom? Uh, die is ook wat significanter. En de snelle lijn is voor mij zwart. Vervolgens ga ik naar de EMA. Ja, dus uh, de MA200 hebben we ge gehad. De, 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 de SMA200, Simple Moving Average de SMA 50 en dan gaan we nu de EMA, de exponential uh, moving average, 13 gaan we nemen. Maar dit is persoonlijke voorkeur. Je kan in principe uh, van alles uh, nemen. Het gaat er gewoon om dat je een chart vindt of een MA lijn vindt die die specifieke chart respecteert. Maar vaak zie je voor mij als sweet spot dat heel veel charts de EMA uh, 13 wil respecteren als zijnde support of resistance. Dus maar ik, ik laat het zo zien. Ik heb het trouwens niet getest op deze chart. Maar ja, ik had er geen tijd voor, dus misschien komen we voor verrassingen te staan. Ik heb geen idee. Dus dan pakken we voor de EMA de Moving Average Exponential. Ja? Dus dan klikken, klikken we hierop. En dan zie je dat. Dit is verschenen. De EMA. Dit is een EMA en dit is de EMA. En hij staat standaard op 9. Nou, wat doen we? Dan gaan we hem 13 maken. En... Ja, wel kleur. Ja, Wel kleur doen is Doe gek. Uh, uh, nou, dit kan in principe wel rood. Ja, dus... De EMA 13. We hebben 13 ingevoerd. En in dit geval is het rood. Nou, waarom doe ik rood? Omdat ik uh, dit zijn SMA-lijnen. En dit is EMA. Dus die maak ik niet zwart. Dus ik wil, ik wil onderscheid hebben tussen SMA en EMA. Nou waar kijk ik daarna? Ik zal het even opslaan. Even kijken, dit is de uur chart uh, Ik pak gewoon een willekeurige chart erbij hoor. dan ga ik het even hebben over support en resistance. Uh, of nee, trouwens, niet, niet de 15 minuten. Uh, ik pak even de één. We waren wel goed. Eén uur. Dat is even wat, 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 wat significanter dan de rest. Nou, je ziet hier eigenlijk... Dit gedeelte... Is voor mij nikszeggend. Ja, dus dit is één grote wirwar... Van EMA-lijnen, e EMA lijnen die dwars door elkaar heen gaan. Dit is voor mij nikszeggend. Uh, het... het, het wat mij meer zegt is bijvoorbeeld dit, dit gedeelte. Want waarom? Uh, je ziet een duidelijke downtrend. Je ziet dat de koers de EMA13 respect, redelijk respecteert als uh, uh, resistance. Je ziet de SMA, ik word helemaal aan de lijf van al die afkortingen. De SMA200 die wijst naar beneden. Daaronder heb je de SMA50. Je hebt de EMA13. De koers bevindt zich. Onder de EMA 13. Um, dit is voor mij gewoon duidelijk een, een downtrend. Dus de koers op dit moment op de, van Bitcoin op de 1 uur, en dan heb ik het niet over uh, dingen, hè. heb ik het niet over uh, 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 high highs en high lows, of lower lows, en uh, lower highs, of, of wat dan ook. Nee, puur de trend die deze MA-lijnen mij geven. Ja, dus daar gaat het mij om. Op het moment dat jij een gebied hebt hier al, die, Waar, waarbij de andere lijnen kriskast door elkaar heen gaan... dan zit je gewoon in een bepaald range... en dan heb je niet veel aan deze lijnen. Dus op het moment dat, dat jij uh, uh, al die lijnen dwars door elkaar heen hebt... dan, uh, is, dan, dan, ja, dan, dan werkt dit niet. Uh, wat, je, wat je wel kan doen is... stel je voor, je hebt hier op... Een, oh, wacht even. Ik heb hier een cirkel gezet op een uur. Wat je eventueel zou kunnen doen... Is als jij per se, als de koers zich per se zijwaarts beweegt en op de 1-uur-chart zie je allerlei lijnen kriskast door elkaar heen gaan, uh, dat de koers zijwaarts gaat, dan zou je kunnen kiezen om in te zoomen. Dus bijvoorbeeld van 1 uur naar bijvoorbeeld 5 minuten gaan en vervolgens dat, dat stukje opzoeken en dan kijken wat de koers daar doet. En dan zie je dat op deze chart, op deze specifieke chart, uh, respecteert de koers de EMA 200. En dit is wat ik bedoel met uh, respecteren. Uh, je ziet ook de, de koers die. Nou, we zullen even inzoomen. Dus uh, heb ik het even over de vijf-minuten-chart. Vijf Je ziet dat de koers uh, hier op deze punten, hier dit hele stuk, de SMA 200 als support gebruikt. En vervolgens hier als resistance, ja, op dit punt. Hier ook als resistance. En hier ook weer als support. Ja, dus hij had hier support. Een momentje, weet je, weet je, ik besef me trouwens, normaal gesproken doe ik altijd voor de, voordat ik een clinic doe, maak ik mijn uh, cursor wat groter. En, ja, wat ik zie inderdaad nu al een, een bericht van waar, waar wijs je nu naar, wat ik doe, uh, klein ogenblikje, ik maak de cursor even wat groter. Uh, even kijken, hoe deed ik... Ik, ik heb van de week heb ik uh, mijn iOS geüpdate naar een nieuw. Oké, okay. uh, oh ja, wacht. Nee, ik ben, ja, moment. Ja, we zijn er bijna. Sorry mensen, ik wou dat het uh, lukte, maar uh, ik heb mijn iOS van de week geüpdate. En ik kan nu dus, terwijl 424 mensen aan het kijken zijn, kan ik niet vinden hoe ik mijn muis wat groter maak. Dus ik zal proberen wat rustiger te bewegen met mijn muis. Dat jullie wel mee kunnen kijken. Uh, maar ik kan het dus niet groter maken, excuses ervoor. Je ziet hier op dit punt. Hier. Die zwarte lijn, die dikke zwarte lijn. Dit, deze dikke zwarte lijn. Uh, dat is de SMA 200 je ziet dat de koers, de SMA 200 op deze specifieke chart, en dan heb ik het over um, uh, de 5-minuten-chart van Bitcoin tegen de dollar, als support gebruikt. Waarom? Omdat de koers, en daar had ik het net al over, omdat hier veel koopopdrachten staan. De koers die blijft er maar vanaf huppelen. Hier exact hetzelfde. Ja, dus de koers die komt er maar met moeite doorheen. Ja, en vervolgens is hij hier doorheen gekomen, hier op dit punt. En dan zie je dat die koers het tot dit, dit moment als resistance ziet. Dan hier ook weer hetzelfde. Hier, hij is even over, boven geweest, is vervolgens afgewezen. Hier nog een test gehad, is afgewezen. Dus dit is eigenlijk exact wat ik bedoel met een chart. Uh, ik, gebruik, ik heb altijd deze drie MA-lijnen in beeld. En uh, ik kijk naar welke chart deze specifieke lijn respecteert. Oké, okay, ik heb hem nu, nu weer even op een uur gezet. Ja. De reden waarom ik het had over de EMA13 als zijnde een sweet spot is dat je ziet dat de koers heel vaak dat als support of resistance uh, uh, niveau hanteert. En als ik, ik zal het meer inzoomen, als ik hier kijk zie ik exact hetzelfde. Je ziet hier de koers, is er even boven geprobeerd te komen, is gesloten, zelfs erop, maar is afgewezen. Je ziet hier een afwijzing, je ziet hier een afwijzing, je ziet hier een heel gebied. Onder, dus dat, dat de koers onder de EMA 13 zat, heeft uh, uh, resistance gehad, is afgewezen, is vervolgens rondgekomen. En hetzelfde principe als je het verder, verder doorgaat. Kijk, hij, je zal zien, het zal, hij zal het niet altijd volgen. Maar in, voor mij in één oogopslag uh, zie ik gewoon dat de koers op deze specifieke chart, dus de rode lijn, die EMA 13, uh, het meeste respecteert. En daarnaast ook nog die wat dikkere lijn. Uh, maar dit is niet echt een geschikte chart daarvoor. Je ziet de bitcoin van een uur is niet er, er zijn veel Laat ik het zo zeggen, er zijn veel betere voorbeelden te vinden. Uh, nou, bijvoorbeeld dit is er een. Dit is de bitcoin uh, tegen de tether op drie uur. Nou, dat is ook een chart die ik geregeld gebruik. Je ziet dat de koers deze rode lijn, de EMA13, op dit moment als resistance ondervindt. En vanaf dit punt als support. En vervolgens, nadat hij gezakt is, zie je ook dat de EMA13 op dit moment ook als resistance ondervindt. Kijk, het gaat er gewoon om: ik wil niet al te technisch zijn hiervoor, het gaat erom dat ieder specifieke chart een bepaald MA-lijn respecteert. Wat ik altijd doe, ik kijk welke MA-lijn die specifieke chart het meest respecteert, en dan weet ik gewoon: oké, okay, daar ligt support. En daar ligt resistance. En aan de hand daarvan kan ik bijvoorbeeld een, een, een ding erop los, loslaten, een bepaalde strategie. En het is niet alleen de EMA13, dus, uh, het gaat ook om de SMA200, de SMA50. Uh, je kan zelfs de SMA20 proberen, maar je ziet gewoon dat heel veel charts die respecteren uh, bepaalde. Um, bepaalde uh, moving average lijnen en die lijnen probeer dus als ik heb gezien welke lijn uh, die specifieke chart het meest respecteert en de, de, daarvoor kijk ik gewoon terug naar iedere prijsactie hè. ik ga niet alleen, alleen om de meest recente prijsactie, dus niet alleen wat, je, wat hier gebeurt ik scroll terug en vaak zie je dat die specifieke lijn uh, die spe of die, die chart een uh, uh, specifieke lijn respecteert en daar neem ik gewoon beslissingen op om te achterhalen, oké okay, uh, Instappen op support, uitstappen op bijvoorbeeld resistance. Dus we hebben het gehad over support en resistance. We hebben het gaat over MA-lijnen. Dus SMA-lijnen, Simple Moving Average lijnen. En EMA-lijnen, Exponential Moving Average lijnen. Ik heb jij uh, de, de drie lijnen die ik het meeste gebruik, heb ik aangegeven. Het gaat om de SMA 200, de SMA 50 en de EMA 13. En vaak zie je, natuurlijk, je kan andere lijnen er tegenaan gooien, maar vaak zie je dat je met deze drie lijnen wel uitkomt. Uh, om uh, Charts die zeg maar, die specifieke lijnen als uh, support-resistance respecteren, om daar, om die, uh, om, om daar gewoon traders, uh, traders beslissingen op te nemen. Oké, okay, dat wat betreft MA-lijnen. Ik stel voor om een kleine pauze te doen van een minuut of uh, drie. Uh, het is nu uh, 20 uur 22. Ik ben over drie minuten ben ik weer terug. En dan gaan we aan de gang met Fibonacci Retracement. Nogmaals, blijf erbij. Want uh, je kan ook nog twee andere... Uh, je, je maakt nog twee keer kans op de gratis kliniek uh, die, uh, die, uh, die ik geef. Dus ik zie jullie over een paar minuten, over, uh, over drie minuten. Ja, tot zo. Oké, okay. Fibonacci Retracement Tool. Even een vraag aan jullie. Gebruiken jullie dat? Even simpel ja of nee in de chat. Ik ben echt, uh, ik ben echt nieuwsgierig of jullie dat uh, gebruiken, de Fibonacci Recent tool. Oké. Okay. Um, even kijken. Yes, yes. Zo kun je zien, nog niet. Oké. Okay. Nou, de, de antwoorden zullen zo wel tevoorschijn komen. Ik, ik meet mee trouwens een vertraging van ongeveer 15 tot 20 seconden. Joh. Dus als ik iets zeg dan. ...typen jullie 15 tot 20 seconden later pas... Uh, ...maar jullie gebruiken het zo te zien wel. Nou, super. Goed om te horen. Zo, <laughs> kijk, de chat is losgegaan. Uh, heel veel ja, ook best wat nee, soms. Oké. Okay. Nou, Bert van Asperen, een ja naar jouw kliniek. Nou, goed om te horen, Bert. Wat wij willen... ...ik zal het eerst even tekenen. Uh, pen. Op het moment ja, dat er een koersstijging is... Jullie weten, de koers stijgt nooit oneindig. Er komen altijd correcties, ofwel retracements. Ja? Een retracement is niks anders dan een correctie van de meest recente beweging. Ja, dus denk maar aan uh, een trending markt, waarbij de koersen hogere pieken en hogere dalen maken. Oh, nou, de laatste was even een fout, maar hogere dalen maken. Uh, je ziet dat na iedere stijging altijd een correctie komt. Ja? We hebben het al over een retracement. Nou, idealiter willen wij uiteraard hierin stappen... om te kunnen genieten van deze beweging naar boven toe. Ja? Wij willen niet hierin stappen. Niet hier. Nee, wij wachten, want wij zijn hele geduldige traders. Hint, hint. Want bij deze manier van treden moet je geduld hebben. Als je geen geduld hebt, leer het jezelf aan... Uh, vraag anders als aan je vrouw of, of, of aan je man of je je even vastbindt. Net zolang tot de koers jouw kant op komt, en dan pas loslaat. Want je moet geduld hebben van deze manier van treden. Want wij willen niet te hoog instappen. Ja, dus er komt een beweging naar boven toe. Wij hebben, als je denkt denk aan de video die, die jullie van mij ongetwijfeld hebben gezien. Over de, van de Power Week over emoties. Of het feit dat jullie van, vanmiddag live hebben kunnen zien gaan. Trouwens, tussen neus lippen door. hebben jullie mijn Roel van Ik niet live zien gaan? Neem een kijkje op de Power Week pagina. Misschien dat de moderator de link daarvan in de chat kan plaatsen. Want vanmiddag zijn Roel van Ik live gegaan. En wij hebben uh, uh, gesproken over emoties tijdens de treden. Dus, maar komt dit, uh, uh, dit voorbeeld uh, sluit er eigenlijk mooi op aan. Want op het moment dat wij groene candles zien... en we willen graag in de trade. wij gaan niet met FOMO instappen. En voor de mensen die niet weten wat FOMO is... Uh, Kurt Stevens zegt... meestal bind ik mijn vrouw vast en niet omgekeerd. <laughs> Geniale opmerking. Geweldig. <laughs> um, Oké. Okay. Uh, even kijken. Eh... Uh, Oké, okay. even kijken, waar was ik? Fibonacci maar toe. Ja, ik ben een beelddenker, <laughs> sorry, sorry daarvoor. Uh, maar goed, uh, dus wij, de koers stijgt, wij willen in de trade, maar we willen niet te hoog inkopen. Dus wat doen wij? Uh, wij wachten tot de koers, uh, een retracement, uh, uh, tot er een retracement gaat plaatsvinden. Dus dat de koers naar ons toe komt. Op het moment dat er een retracement komt, ja, je, je zou de retracement, ja, dus laten we zeggen dat dit een retracement is en hij is bezig. En dan kan dit, ja, dus de, de, dit gebied hier, ook, die retracement, kan misschien tot hier komen en dat hij daarna verder gaat. Het kan lager komen en dat hij daarna weer verder gaat. Het kan nog lager komen, verder gaat, nog lager. En jij weet nooit tot waar die komt. Gelukkig zijn er bepaalde. Um, be bepaalde, hoe noem je dat, bepaalde uh, middelen, bepaalde tools die jou erbij kunnen helpen om te kunnen bepalen tot waar de koers potentieel zou kunnen komen. En daar is de Fibonacci retracement-tool geschikt voor. En het woordje retracement, die, die zit daarin. Um, dus het gaat om de retracement. Dus deze tool gebruik je om te kunnen bepalen tot waar de koers potentieel zou kunnen komen om daarna weer verder te gaan naar boven toe. Ja, dus jouw meest ideale instap kan je hiermee timen. En het mooiste is als je het timet met andere manieren van support of resistance. Ja, dus ik heb het in het verleden, heb ik het gehad tijdens die webinars over horizontale support en resistance. Ik heb het in het verleden gehad over uh, uh, trendlijnen als support en resistance. Ik heb het zojuist gehad over MA-lijnen als support en resistance. Het gaat er gewoon om... Dat op het moment dat er een retracement plaatsvindt en je wil instappen, dat je dat altijd moet doen. En het is geen financieel advies, maar uh, hier, we zijn bezig om het uh, uh, zo, zo goed mogelijk te leren treden. Uh, goede treden, stappen in op support. Ja, en uh, dan heb ik het even over, dus niet over, uh, denk maar aan bijvoorbeeld crypto-coins strategie da Daar geldt er wat anders, want dan stap je in op een uh, oversold situatie. Maar als je met deze manier gaat gaat traden, dat bedoel ik. Dus op het moment dat jij deze manier van traden goed wil beoefenen, dan stap je in op support. Er is geen, uh, er is geen andere manier. Dus je stapt in op support. En op het moment dat jij deze tool gaat timen met support, dan uh, is jouw instap het krachtigst. krachtigst. Wat is, wat is de fibonacci toe? Fibonacci, en dan uh, hoop ik dat ik het goed zeg, Roef, was de zoon van een geleerde, maar dat weet ik niet zeker, een Italiaans geleerde. En, um, <laughs> nou, ik zie weer een andere opmerking voorbij komen. Die was de zoon van een Italiaans geleerde, volgens mij. En, uh, ik wil het niet al te technisch maken en te veel mambo-jambo. Niet dat het mambo-jambo is, maar uh, het gaat er gewoon om: uh, uh, er is een bepaald reeks aan cijfers, aan, aan getallen. En die reeks komt uh, universeel gezien vaak voor. En ook in traden. Alleen in traden komen die getallen vaak voor, omdat, um, omdat traders daarop treden. Ja, dus het is een soort self-fulfilling prophecy. Traders weten dat andere traders ernaar kijken. En omdat zij weten dat andere traders ernaar gaan kijken, handelen zij daar ook naar. De Fibonacci Retracement Tool is een van de meest gebruikte tools wat, uh, uh, die er zijn om retracement te kunnen uh, bepalen. Nou, wat is de Fibonacci Retracement? Nou, de Fibonacci Retracement Levels, die, 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 de reeks getallen waar ik het over had, die worden gemeten door een lijn tussen twee extreme punten. Denk maar uh, aan uh, bijvoorbeeld de meest recente diepte en uh, uh, meest recente hoogtepunten tekenen. Ja, dus simpel voorbeeld. Ik ga er straks uitgebreid op in. Maar dit is een dieptepunt en dit is een hoogtepunt. Nou ja, iets hoger, maar dit, dit is een hoogtepunt. Ja. En door de lijn tussen die twee punten, door deze twee punten met elkaar te verbinden, krijg je een bepaald getallenreeks te zien. Maar dat, daar, daar kom ik zo dadelijk even op terug. Dat gaan we live doen. Maar besef gewoon: het gaat om de diepte en uh, het meest recente dieptepunt en het meest recente hoogtepunt van die specifieke stijging. Ja. Want je gaat niet, als je deze retracement wilt timen, ga je niet kijken naar andere stijging. Nee, de meest recente diepte- en hoogtepunt van die specifieke stijging. Daar gaat het om. De afstand tussen deze, pun twee, punten, of deze, tussen de, deze twee punten, die worden vervolgens ingedeeld op verschillende op de Fibonacci-reeks gebaseerde niveaus. Ja, dus er, is, er is een uh, uh, op de Fibonacci-reeks gebaseerde uh, aantal niveaus. En door die twee punten met elkaar te verbinden, krijg je dus die niveaus te zien. De Fibonacci Retracement Tool werkt het beste als de markt is. Ja, dus wat ik net al zei, je hebt high highs, high lows of lower highs en lower lows. Dus eigenlijk het tegenovergestelde als jij bijvoorbeeld een short positie wil nemen. Ja, en dit bedoelen ze met trainingmarkt. Er zit een duidelijke beweging in die markt. Ja, dus de, de, de pieken zijn lager en de toppen zijn lager. Ah, dit, dit, Oké, okay, dit de pieken zijn lager, sorry, en de dalen zijn lager. Ik zeg toppen. Uh, de pieken zijn lager en de dalen zijn lager. En hier zijn de pieken hoger en de dalen zijn hoger. Dus dit is een van de manieren uh, om uh, een, een trendingmarkt te definiëren. En um, daarbij kijk je dus naar de pieken en dalen. Dus de retra uh, Fibonacci retracement, tool werkt het beste? Eigenlijk werkt alleen, wil, wil ik bijna zeggen, uh, het meest nauwkeurig zeg maar als een markttraining is. De Fibonacci-zones zijn het sterkst als deze zich nabij een support-level bevinden. En dat is precies wat ik net zei. Dus op het moment dat een van die zones, die wij straks gaan zien, zich in de buurt van een support-level bevinden, dan is deze instap die je doet, op dit punt bijvoorbeeld, is vaak het sterkst. Ja. En als extra level, en dit zijn niks anders dan uh, 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 niveaus, heb ik 0,65 toegevoegd. Hier kom ik zo, zo op terug, maar onthoud gewoon. Uh, Kijk, de 0,618 is een van de, van de standaard Fibonacci-levels. Alleen in de cryptomarkt is het gebied tussen 0,618 en 0,65 vaak sterk. En dat wordt ook wel eens de Golden Pocket genoemd. Nou, wat bedoel ik ermee? We gaan het in de praktijk tekenen. En dan moet hij het wel doen. Yes. O, kijk, er is gaande. Mooi. Uh, Oké, okay. ik haal even de MA-lijnen weg. Die kunnen weg, die kunnen weg, die kunnen weg. Nou, die kan weg, die kan weg. Ik zet hem even op, uh, op een drie-dagen-chart. En om het simpel te houden, doe ik het even. Om het simpel te houden, doe ik het even long. Dus dat, dat wij uh, een long positie willen nemen. Short posities, dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar tegenovergesteld. Maar Om het nu even uit te leggen, kijk ik meer naar een opwaartse trend en niet een neerwaartse trend. Omdat velen van ons uh, meer bekend zijn met long trades dan met short trades. Dus dan, uh, ja, wat is wijsheid? Uh, even kijken. Ik doe wel even tot, uh, nou, laten we zeggen, tot, uh, tot hier. Ja, dus ik uh, doe een replay en dan haal ik het tot hier weg. En dit is wat ik bedoel: dit is een trending-markt. Je ziet dat de pieken hoger zijn. Ik weet niet wat dit is. Oh, dat is. Uh, Oké, okay. dit nou, waren voor uh, trades destijds. Maar je ziet dat de pieken die zijn hoger, de dalen zijn hoger. En vervolgens willen wij. Weten tot ja, Dit is wat ik bedoel met een retracement. Dus dit is een, er is een duidelijke beweging omhoog. Vervolgens komt er een retracement. En daarna gaat de uh, koers weer verder. En dan komt er weer een retracement. En dit, dit is weer een retracement van deze stijging. En dat is precies wat wij willen timen. Want idealiter, ja, en dan even kijken. Stel je voor dit gedeelte rechts ervan, die bestond niet. Dan was dit, uh, dit gedeelte was de meest ideale instap geweest. Of. Dit gedeelte was de meest ideale instap geweest. Om weer te kunnen genieten van die beweging naar boven. En dit is dus hetgeen wat ik bedoel. En hier wordt de Fibonacci Retracement Tool heel vaak bij gebruikt. Nou, ik zei net al. Uh, wacht, ik zal eerst even laten zien hoe je de tool pakt. Je gaat hier, je klikt hierop. Ja? Dus je hebt boven de cursor, uh, daaronder heb je een lijn. En vervolgens bij de derde uh, um, um, menupositie aan je linkerhand, klik je op het pijltje rechts. En dan kies je hier Fib Retracement. Ja, maak niet de fout om het uh, met VIP speed Retrace, uh, uh, Resistance Fan of, of Trend Based Fib daar. Nee, we gaan kijken naar Fib Retrace. Dat is het enige wat telt. En het mooiste is, als je die ook geel kan maken, dan hoort het gelijk bij je favorieten. Dus op, op het moment dat je dat hebt gedaan, nou, dan bepaal je voor jezelf. Um, ik zal het even wegklikken. Maar dan bepaal je voor jezelf waar... Nou, weet je wat ik doe? Ik, uh, ik doe de replay even. Tot hier, oh sorry, uh, ik doe de replay tot hier. Uh, replay, waar waren we? Oh, hier. even kijken. Nou, ik doe even de replay tot hier. Ik weet niet of dit overeenkomt met Fibonacci, ik ga er vanuit van wel, maar we gaan kijken. Dus, ik heb al het, al, al, uh, de, de rest even weggestreept. En ik wil gewoon aantonen dat heel vaak, en ik weet niet of het in dit, in dit geval het, uh, het zo is, komt dit in de buurt van een Fibonacci-zone. Dus als jij de Fibonacci-tool wil, uh, uh, wil tekenen, dan bepaal je voor jezelf, kijk, dit is de stijging, dit is de stijging van hier tot hier. Je ziet vervolgens retracement plaatsvinden, dus dit is een retracement. Je wil voor jezelf bepalen uh, wat is de beste instap? Wat doe je dan? Je bepaalt voor jezelf wat de meest recente dieptepunt is en de meest recente hoogtepunt. Hoe bepaal je dat? Um, idealiter: uh, voor een hoogtepunt geldt dat de twee candles links ervan en twee candles rechts ervan. Idealiter is niet altijd zo, maar één candle is eigenlijk ook goed. Dat één candle links ervan en één candle rechts ervan lager zijn. Uh, het mooiste is zelfs twee. Ja, dus je hoeft geen Einstein te zijn om te, om te zien dat dit, dit, dit gebied hier dit, uh, uh, de hoogtepunt is. En dit noemen ze een swing high. De swing low is het tegenovergestelde. Je wil weten wat de meest recente dieptepunt is. En de meest recente dieptepunt voor de beweging is dit. Tuurlijk kan je dit ook nemen, maar dit is de meest recente dieptepunt... Dit zijn bijvoorbeeld uh, scenario's waarbij heel veel traders gewoon uh, met elkaar verschillen. Er zijn best wel wat traders die nemen dit. Uh, oh, dan doe ik het verkeerd. Die nemen. Dan moet ik het wel goed doen. Die nemen dit als dieptepunt. Er zijn best wel wat traders die nemen dit als dieptepunt. Ik persoonlijk ben van mening de rechter. Ja, want dit is de meest recente. En uh, sterker nog, het verschilt niet eens zoveel van elkaar. Dus ik, ik zou lekker dit als meest recente dieptepunt nemen. Ja? Wat belangrijk is bij Fibonacci Retracement Tool is dat je altijd met de beweging meegaat. Ja? Dus als de beweging naar boven is, dan ga je met de beweging naar boven toe. Dus dat betekent dat je eerst de dieptepunt pakt en vervolgens de hoogtepunt. Je gaat het niet, je gaat het niet andersom doen. Dus wat doe je dan? Je pakt de Fibonacci Retracement Tool erbij. Je klikt op het onderste punt van de meest recente uh, uh, dieptepunt, dus de swing low. Dus de onderkant, de onderkant van de, van de wik. En vervolgens klik je daarna op de bovenkant. Nou, vervolgens zie je een getallenreeks voorbij komen. Dit, get dit is mijn eigen getallenreeks. Ja, dus ik, wat, ik, wat ik ga doen, ik, ga, ik heb best wel wat dingen uitgezet. Uh, de 1, nee, ik zal je eerst even aanzetten. Alles wat normaal gesproken aanstaat. Kijk, dit is wat normaal gesproken aanstaat. Normaal gesproken zie je de 1. Nou, de 1 uh, is dus hier. Dit. Oh, trouwens, de 0 moet, moet je ook uh, kunnen zien. Die moet ook, moet ook ergens aanzetten. Nou, die staat aan. Apart. Die staat aan, maar ik zie hem niet. Als dit de 1 is, dan hoort hier eigenlijk de 0 te staan. Alleen ik zie hem niet. Maar nou, het zal. Wel. Prima. Um, dus dit, is, dit zijn dus de uh, getallenreeks. Dit is het getallenreeks waar ik het over had. Ja, de Fibonacci-reeks. Het dit, uh, alles wat, hier, wat je hier ziet, hoort bij Fibonacci, behalve die 0,65. Denk terug aan wat ik net zei. De 0,65 heb ik handmatig toegevoegd. En het gebied tussen de 0,618 en de 0,65 wordt ook wel eens golden pocket gebied genoemd in de crypto. Waarom? Omdat de koers heel vaak terugkomt tot dat niveau. Best vaak. Uh, wat wel zo is, is des te steiler... De beweging naar boven toe, des te minder uh, de, uh, de koers geneigd is om ver door te zakken. Zo moet je zien. Maar als, als het een gezond prijsverloop is, uh, dan uh, zakt het heel vaak terug tot dit gebied uh, tussen de 0,6 en 8 en de 0,65. Persoonlijk zijn er bepaalde dingen die ik weghaal. Want ik, ik, uh, ik ben, uh, uh, nou ja, de mensen die mijn clinics hebben gevolgd, die weten dat. Ik ben vrij minimalistisch als het gaat om charts. Dus ik haal bijvoorbeeld de 0 weg. Nou, die zag je toch al niet, op de een of andere manier. Heel vaak. Of nee, natuurlijk ja, zie je hem niet, want hij is transparant. En normaal gesproken zou, juist, zou je hem hier, hier zien. Maar ik had hem transparant gemaakt. Maar de 0 haal ik sowieso weg. De 0,236 haal ik ook weg. Uh, de 1 haal ik weg. En zoals ik net al zei, de 0,65 heb ik handmatig toegevoegd. Dus dat zouden jullie ook kunnen doen. Dus dit gebied wordt dus de golden pocket genoemd. Nou, wat je ziet is dat de koers in dit geval tot de 0,5 kwam. Om vervolgens weer verder te gaan. Ja, want We zagen net al, als we vervolgens gaan replayen... Oh, nee, niet de replay. Nee, uh, waar ben je? Uh, de plus of de play. Waar is de play? Ik doe nooit aan replay, joh. Um... Oké, okay, nou ja. Ik, ben, ik zie even niet waar de play staat... Voor de replay, maar we zagen net allemaal dat de koers daarna nog even verder ging naar boven. Dus uh, hij is in dit geval niet verder gekomen dan een 0,5. Maar laten we kijken naar de beweging daarvoor. Ja, even kijken of hij de beweging daarvoor ook iets zegt. Nou, die verplaats ik dan hierheen. Dit punt. Dit soort uh, momenten, uh, even tussen neus en lippen door. Dit soort momenten zijn vaak. Uh, momenten waarbij de, oh, iemand zegt de play is onderaan. Oh ja, ik zie het, ja. Top. Ik heb even op play gedrukt. Je ziet ook de koers, die gaat daarna gewoon verder. Uh, dus die is daarna gewoon alleen maar verder te gaan. Dus die is niet voorbij de 0,5 gekomen. Maar dit soort momenten zijn twijfelgevallen voor mensen die er pas mee beginnen. Dus wat is een swing low? Pak je dit als swing low? Pak je dit als swing low? Even, uh, ik zal hem even pauze zetten, Dan gaat verder. Dus pak je dit als swingloop, pak je dit gebied als swingloop, pak je dit als swingloop. Ik kan met volledige zekerheid zeggen: het is maar net afhankelijk aan welke trainer je vraagt. Persoonlijk ben ik van mening dat deze beweging hier, deze beweging naar boven, niet hier is begonnen. Ja, maar het gaat om de meest recente dieptepunt voor die beweging. Nou, deze specifieke beweging is voor mij op dit punt begonnen. Waarom? Omdat die hier een tijd zijwaarts is gegaan. En uh, daarvoor ook niet echt overduidelijk. Uh, uh, Natuurlijk, het, het, het was wel aan het stijgen, maar hij is de hele tijd zijwaarts gegaan. Dus voor mij persoonlijk is dit het punt waar, uh, waarbij ik hem als dieptepunt zie. En dit het punt als hoogtepunt. Ja? Dus als ik het nu weer verplaats naar uh, dit. Dus ik heb de onderkant verplaatst daarheen. De bovenkant zal ik verplaatsen uh, van hier naar deze top. Nou, dan zien we ook dat in dit geval de koers ook weer bij de 0,5 heb aangetikt... komt er niet uh, veel voorbij en schiet omhoog. Dit stukje uh, trouwens uh, is... Um, uh, komt, uh, uh, de, de mensen die de clinics hebben gevolgd, die weten dit... maar je ziet dat... heel vaak zie je dat des te parabolischer de stijging... des te korter de uh, retracement. En bij dit soort parabolische stijgingen... mag je eigenlijk wel van geluk spreken dat hij tot de 0,5 komt... want heel vaak, heel vaak zelfs... komt hij niet voorbij de 0,382... Op het moment dat je, dat je een, een wat gezonder... want dit is, dit is niks anders dan FOMO geweest. Op het moment dat je een wat gezonde prijsbeweging ziet... dan zie je dat die, die retracement hier en hier... vaak tot 0,6 zijn aangekomen. Uh, tot de golden pocket. Maar dat zie je hier niet. En dat is eigenlijk ook wel te verwachten. Dat leg ik ook in de clinics uit. Want uh, de, de beweging is gewoon rap. Uh, is gewoon parabolisch geweest. Oké, okay, dus dat wat betreft de Fibonacci retracement tool. Zoals ik al zei, uh, die is het sterkst. Dus als deze niveaus die zijn het sterkst als zij zich in de buurt van support of resistance bevinden. Nou, in dit geval uh, zou het op een horizontaal niveau kunnen zijn. Je zou hier bijvoorbeeld een trendline ergens kunnen tekenen. en Dan zou je het, op, uh, het gebaseerd op een trendline kunnen doen. Of MA-lijnen. Doet hij nu toe? Het gaat er gewoon om dat dit soort uh, zones het sterkst zijn. Uh, om en erbij support. Ja, dus uh, ja, wat ik eigenlijk al zei, ik, ik ga geen. Uitgebreid strategie aanleden, maar dit zijn wel dingen die jij mee kan nemen in jouw manier uh, van treden, om zelf een bepaalde strategie of om, om zelf gewoon te, te treden. Weet je, als het gaat om bijvoorbeeld price action Trader, de nieuwe clinic, waar ik het over ga gegeven, dat is gewoon een manier van treden aan zich. Dat, dat is niet echt een bepaalde strategie. Tuurlijk, je kan het een, een strategie noemen, maar om. Uh, een, een chart op deze manier te leren bekijken... ga je er ook op een gegeven moment te, uh, 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 naar handelen. En dan, is het, dan, dan maak je niet echt gebruik van een specifieke strategie. Nee, je, je leert een chart lezen. En op het moment dat je een chart leert, leert lezen... Dan kan, je de bepaalde, uh, dan kan je zelf een bepaalde strategie erop loslaten. Maar dit is gewoon uh, een heel simpel voorbeeld van... Uh, wat te doen als je heel veel groene candles ziet. Want als je heel veel groene candles ziet... Uh, het beste is gewoon afwachten tot er een retracement komt. Nou, dan pak je de Fibonacci retracement-tool erbij. Dan kijk je tot waar de retracement eventueel uh, kan komen. En uh, nou, dan zoek je vervolgens support uh, op op dat niveau. En nou, dan weet je gewoon: oké, okay, bij dit niveau, dit Fibonacci-niveau, uh, in dit geval de 0,5, want de stijging is vrij parabolisch geweest. Dan komt hij niet vaak niet voorbij de 0,5. Uh, in dit geval zie ik support rond 0,5. Oké, okay, dan stap ik daarin en dan geniet ik van de weg naar boven toe. En ik doe het heel simpel klinken, uh, maar uh, vaak is het ook redelijk simpel als je bepaalde richtlijnen volgt. Dit is een van de richtlijnen waar ik het over had. Dus uh, kijk naar support in de buurt van Fibonacci zones. Uh, Oké. Okay. Um. We gaan weer verder. Het is nu tien voor negen, dus ik heb nog best wel wat te gaan. Ik pak de dingetjes weer bij. Waar ben je? Hop, hop, ben je nou? Ja, hebben ze. Dat wat betreft Fibonacci retracement level, uh, Dan gaan we het hebben over stoplos. Ja, dus deze manier van treden, uh, de manier die, uh, die ik zeg maar bespreek is niet natuurlijk. Je kan bijkopen, je kan de, uh, uh, een bijkoopstrategie hanteren, maar voor mij persoonlijk loont het meer om één entry te hebben en met entry wordt niks anders bedoeld dan een instap, één stop los en meerdere TPs. Dus je hebt en met TP wordt bedoeld een verkoopopdracht. Ja, dus je stapt met één bundel in, ja en of het nou gelijk 50% is dus of 100%, daar kom ik straks even op terug. Maar je stapt met één bundel in. Uh, en dit is, dit is geen strategie. Hè? Het gaat om de uh, manier die het beste aansluit bij deze... Uh, of Tenminste, de uh, uh, manieren van instap en, en risico beperken... die het beste aansluiten bij deze manier van treden. Dus één instap, uh, één stoploss en meerdere tp's. Dat is hoe ik het persoonlijk doe. Je kan hier een uh, bijkoopstrategie op loslaten... Nou, uh, dat is geheel naar jou. Dus, maar ik ga het nu even hebben over één instap, één stoploss en meerdere tp's. Of één tp. Weet je, laten we het makkelijk houden. In plaats van meerdere verkoopopdrachten doe je gewoon één opdracht. Ja? Dus tp2 en tp3 gaan we niet eens behandelen. Gewoon om het lekker simpel te houden. Één verkoopopdracht. Dus één entry, één stoploss, één verkoop. Nou, die stoploss. Dus oké, okay, je weet op een gegeven moment aan de hand van support... Waar we het net over hebben gehad. Ook door middel van de uh, Fibonacci erbij uh, uh, te gebruiken. Marty zegt, gebruik je ook uh, Elliott Wave? Uh, ja, maar dat is weer een andere strategie. Of het is een andere manier. Uh, ik gebruik, laat ik het zo zeggen, Elliott Wave gebruik ik lang niet zoveel. Zodat ik Fibonacci Retracement Tool gebruik. En de andere zaken die ik hier bespreek. Maar ik gebruik het wel eens, ja. Um, maar dus één entry, één stoploss en één TP. Ja. Oké, okay, dus entry hebben we dus bepaald. We hebben bepaald aan de hand van uh, support, waar support ligt. Uh, we willen instappen op support. Nou, de verkoop uh, gaan we ook uh, bepalen aan de hand van resistance. Want ik heb jullie uitgelegd waar jij support kan vinden, hoe jij support kan vinden, hoe je resistance kan vinden. Dus instappen doe je altijd op uh, support. Ja, dus entry op support. Je verkoopt. Op resistance. En het mooiste is zelfs iets voor resistance, zodat je wat meer zekerheid hebt dat je verkoopt. Alleen ja, je stoploss waar ga je die plaatsen. En dat is iets. Um, een stoploss en de positie van jouw stoploss kan jouw trade maken of kraken. Dus heel erg belangrijk waar jij stoploss bepaalt. Bij deze manier van traden, nou, plaats jouw stop los op een positie waarbij jouw trading setup niet meer valide is. En met valide bedoel ik gewoon, je hebt van tevoren met jezelf een bepaald trading setup gemaakt. Kijk, uh, en op het moment dat de koers ergens komt binnen jouw setup, binnen de chart, uh, plaats je stoploss op op een dusdanige plek waarbij jouw trading setup niet meer geldt. Dus simpel voorbeeld: als jij bijvoorbeeld uh, horizontaal niveau, laten we zeggen de koers doet dit. Ja, de koers doet dit. Je je zou zeggen dit is support. Dit is uh, resistance. Nou, waar plaats je dan idealiter jouw support ergens, of, of je stopt los, ergens onder support? Want op het moment dat de koers eronder komt, dan is deze constructie niet meer geldig. Ja? Uh, of als jij bijvoorbeeld kijkt naar trending markten, waar plaats jij, nou, ik ga, ik ga geen vraag stellen, want dan, uh, we zijn met 400 mensen. Als 400 mensen de vraag gaan beantwoorden, dan gaat de chat helemaal los. Maar normaal gesproken, als ik tijdens in clinic was, zou ik vragen: oké, okay, waar plaats je? Dus, maar ga alsje, alsjeblieft niet je antwoord typen. Had ik gevraagd: oké, okay, uh, stel je voor, dit is A. Dus A. Uh, dit is uh, B. En dit is C. Waar plaats je? Je stopt los. Ja, dus, nee, vanaf welke positie, vanaf welke plaats is deze constructie niet meer geldig? Nou, de meeste mensen zullen zeggen: C. Waarom? Omdat de koers hogere pieken maakt en hogere dalen. Dus op het moment dat de koers onder. De meest recente dal komt vaak, uh, dan is deze constructie niet meer geldig. Dus onthoud, uh, stop los plaats je altijd onder support. Ja? Want er is een bepaald uh, training setup die jij in je gedachten hebt. Want je stapt in, staat hier, je stapt in op support. Je verkoopt op resistance. Uh, die gaan bijna uit. Momentje. Ja. Dus je stapt uit op resistance, je stapt in op support. En je stoploss plaatst je ergens onder support. Want als de koers eronder komt, dan wil je er vaak wel uit zijn. Normaal gesproken. Om minder vaak door een wik uitgestopt te worden, is er één indicator die ik wel eens gebruik om mijn stoploss beter te positioneren. Maar voor ik verder ga met die indicator, om het een beetje spannend te houden, gaan we weer een winnaar load. Dus ik pak de scherm er weer bij. En daarna bespreken we de indicator. Uh, even kijken, waar ben je, waar ben je, waar ben je? Volgens mij is dit hem. Ja. Oké. Okay. Nou, hetzelfde riedeltje als net. Ja, ik plaats, uh, uh, cancel. Uh, trouwens, Roel, ik weet niet of jij, want de, Roel, de winnaar van, van net is Roel geweest. Roel, ik weet niet, uh, Roel Smeets. ik weet niet of jij een e-mail gestuurd hebt. Mocht je een e-mail gestuurd hebben, dan heb ik niks gezegd. Mocht je nog geen e-mail gestuurd hebben, stuur alsjeblieft een e-mail naar klantenservice. Um, uh, ja inderdaad Alex die zegt <laughs> Je wil niet de wijsheid hangen maar dat wordt juist gebruikt door liquidity grab. klopt maar daar kom ik straks op uh, klanten dus stuur een e-mail naar uh, cryptocoins.nl. en ik zie mensen al honing typen uh, stop met honing typen want het gaat nu om een ander woord ja dus als, alsjeblieft geen honing typen geen stroop helemaal niks want de chat gaat weer los zo te zien het wordt een ander woord dus wacht maar even met typen in de chat maar in ieder geval naar rule toe op het moment uh, dat jij een uh, e-mail hebt gestuurd... is er niks aan de hand. Mocht je nog geen e-mail gestuurd hebben, Roel... stuur het naar klantenserviceapenstaartjecryptocoiners.nl... met daarin een screenshot van je gebruikersnaam... Uh, in YouTube. Ja, dus dat, dat we kunnen zien dat, dat jij dat echt bent. En uh, uh, de livestream als screenshot. Heel belangrijk dit. Oké. Okay. Um, wij gaan hetzelfde doen als net. Ik ga een woord typen. Uh, dat woord... Oh, daar staat die honing. Vandaar dat jullie honing aan het typen zijn. Maar... Uh, ik ga dus geen honing typen. Het wordt een ander woord, uh, mensen. Dus we gaan even een nieuw woord verzinnen. Dus stop alsjeblieft met de honing typen. Want het gaat, je het gaat je toch niet lukken. Het gaat niet werken. Uh, dus oké, okay. ik typ zo een woord. En op het moment dat ik dat woord heb uh, getypt, dan... <laughs> nee, ik zie bijvoorbeeld Nutella, zie ik bijvoorbeeld van Nikolai. Op het moment dat ik dat specifieke woord heb getypt, dan is mijn advies om binnen een minuut, en dan pak ik de timer weer even erbij... Uh, om binnen een minuut, nou niet een minuut, want er zit 15 uh, seconden speling in, dus 1 minuut en 15 seconden, om dat specifieke woord te typen. Ja? En op het moment dat je dat getypt hebt, dan uh, gaan we weer verloten. Ja? Het woord van nu wordt. Even kijken. Uh, de, de reden waarom ik Honing zei net, ik heb een uh, fan naast me. En uh, fan is van het merk Honeywell. Dus van haar honing. Maar ik ben gewoon aan het kijken naar dingen die ik hier heb of voor een bepaald woord. Ja. Uh, nou, ik zie een uh, sticker van een sigaret. Niet om sigaretten te promoten, maar we gaan het woordje roken gaan wij proberen. Dus typ nu binnen een minuut. Het woordje roken is eigenlijk een slecht woord. Maar we gaan het gewoon doen. Ik heb het al gezegd. Uh, gaan we. Uh, ja, typ, typ het woord binnen een minuut en dan gaan we het verloten. Eigenlijk best, best slecht dat ik dat woord gebruik. Maar ik kijk gewoon een beetje om me heen en ik zie een sticker waarop staat: Niet roken. Dus, uh, kijk, okay. het uh, woordje is roken. En het advies is om dat niet te gaan doen. Ik ben er zelf mee gestopt. Zo. Kijk, al die mensen roken hier. <laughs> er wordt wat afgerookt hier ook. Oh. Zo. 170, 188, 200 mensen, 210. Ah, er, wordt, er wordt wat afgerookt. Even kijken. Nou, jullie gaan. Uh, nee, tussen dat jullie aan het roken zijn, <laughs> neem, neem ik even een slokje. 265. Nou, één minuut is voorbij, maar we, we gaan nog eventjes door. Want er zit een uh, bepaalde speling tussen. Eh. Uh, Oh, ik zie dat de moderators ook uh, goed bezig zijn. Joh. Bizar. Oké, okay. dan wil ik jullie vragen te stoppen. Stoppen met roken. Dat is het beste advies wat ik jullie kan geven. <laughs> mag je eigenlijk meer zeggen? maar... Vaak zijn de mensen die het irritant zijn uh, ex-rokers. Oké, okay. 277, 277 mensen hebben het getypt. Uh, ik wacht nog even een paar seconden op de laatste mensen. Er zijn altijd uh, mensen die. Extra de tijd nemen. Oké, okay. dan uh, gaan wij klikken op Roll It. En als het goed is, zou er nu een winnaar bekend moeten worden gemaakt. En dat is Maan. Ik hoop zo dat het gaat om de zangeres. Maan. Het <laughs> zou kicken zijn als de zangeres Maan een kliniek van mij zou volgen. Uh, maar zo niet ook goed. Maar uh, lieve Maan. Gefeliciteerd. Um, ook, ook voor jou geld. Uh, stuur een uh, e-mail met daarop een screenshot van jouw gebruikersnaam in YouTube, zodat we kunnen zien dat jij dat daadwerkelijk bent. En de livestream in, in diezelfde screenshot naar het e-mailadres dat ik nu in de uh, chat heb getypt. En dat is Clientenservice, Cryptocoiners.nl. Nogmaals, ik hoop dat het de zangeres is, want dan uh, het zou ik er zijn als de zangeres maar mijn uh, kliniek zou volgen. En zo niet. Ook geweldig super. Gefeliciteerd. Oké, okay, dan uh, gaan wij verder. Uh, mocht je dit trouwens nog, uh, 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 mocht je eraan willen denken om af te haken, be my guest. <laughs> Do, uh, doe vooral wat je niet laten kunt. Maar besef dat je nog kans maakt op één gratis uh, toegangskaart. Dus uh, tussen nu en einde van de avond maak ik nog één keer uh, bekend, uh, tenminste, gaan we nog één keer een toegangskaart verloten. En uh, het zou tof zijn als je erbij kon zijn. Uh, dus uh, doe er zeker je voordeel mee. Hey, hey, misschien leer je nog eens wat uh, van de dingen die, die we in de tussentijd bespreken. Het is nu trouwens negen uur. Uh, we gaan nog niet beginnen met de chat, want ik zou het afmaken. Uh, maar, oh dat ben ik. Dat is niet de bedoeling. Uh, waar ben je? Uh, nee, en wij gaan dit erbij pakken. PowerPoint. Oké. Okay. Dus ik zou het hebben over de indicator die ik gebruik om uh, uh, de stop-loss beter te kunnen positioneren. En iemand zei het al, er wordt gebruikt door liquidity, liquidity grabs. Klopt wel. En echt waar, tijdens mijn clinics kom ik er super uitgebreid uh, op terug. Uh, dat is nu niet het geval. Uh, het kan ook niet. Met, uh, we, we, om dat u, überhaupt uh, te bespreken, uh, ben ik een half uur verder. Uh, wat het überhaupt inhoudt en wat ermee gebeurt. Maar er is wel één tool die ik jullie kan geven... ...om daar je stoploss iets beter op te positioneren. En ja? dat is tromgeroffel, de ATR. De Average True Range... De uh, Average True Range is een volatiliteitsindicator. Denk maar aan bijvoorbeeld de Bollinger Bands. Dat is ook een volatiliteitsindicator. Uh, uh, geeft ook bepaalde volatiliteit aan. En natuurlijk, uh, de ATR is niet te vergelijken met de Bollinger Bands. Maar gewoon om aan te geven in welke categorie het valt. Het is een uh, indicator die volatiliteit aangeeft binnen de chart. Ja? En de ATR staat voor Average True, true Range. Nou, hoge volatiliteit, dus dat de koers veel op en neer gaat... Betekent een hoge waarde. Ja, dus de waarde die jij ziet in, qua ATR, uh, des te hoger de volatiliteit, des te hoger die waarde. Des te lager de volatiliteit, des te lager de waarde. Ja? Uh, ik, ik leg je eerst het principe uit en daarna leg je uit hoe ik uh, de ATR gebruik om de positie te positioneren, om de stoploss iets beter te positioneren als, als normaal. Voor mij de meest ideale situatie is één ATR voorbij support als het gaat om long trade. Maar nogmaals, ik, la ik laat het zo zien. Of één ATR voorbij resistance als het gaat om short trade. Nou, wat ik ermee bedoel, praktijk. Dan pak ik de training viewer even erbij. Moet je wel meewerken. Uh, even kijken, heeft Maan trouwens gereageerd Daar ben ik even benieuwd naar. Hoe uh, ben je, Maan? Oh ja, hier. Maan. Gefeliciteerd, Maan. 30.000. Oh ja, roken. Maan heeft. Uh, Maan heeft nog niet gereageerd. Ik hoop dat, dat je dat wel gezien hebt. Je hebt wel het woordje roken getypt. Dus nogmaals, Maan: uh, klantenservice: apenstaatjecryptocoins.nl. Maak een screenshot van je gebruikersnaam in YouTube en de livestream. En uh, stuur die screenshot naar. Dings toe. Naar uh, uh, kanterserviceapje uh, criptocorders.nl. Maar goed, uh, wij zouden de dingen bespreken. Uh, uh, ik ga de replay even stoppen. Ga lekker zo. 15.000 dollar, heerlijk. Um, en ik zeg heerlijk, omdat ik nog wat koopopdracht heb staan. <laughs> dus, dus laat maar lekker zakken. En dat is een perso ja, persoonlijk voorkeur. Dus, uh, ik, ik snap dat sommigen van jullie hier niet om staan te springen. Uh, ik ben heel bullish op Bitcoin, alleen uh, ik hoop dat die koopopdrachten gevuld worden. Uh, klein momentje, want ik zie iets binnenkomen. Ik krijg van Fifi uh, te horen dat er een probleem is met Gmail... waardoor e-mails vanaf een Gmail-adres niet aankomen. Ze dus denkt tijdelijk, maar goed om even te benoemen. Uh, dus het mooiste zou zijn... Uh, Roel, ik weet niet of jij het al gestuurd hebt, of jij ook maar. Of degene die het straks gaat winnen. Als jullie een e-mail sturen, doe het even vanaf een ander e-mailadres dan Gmail. Uh, alsjeblieft, want zo te zien komt het uh, nu even niet aan, op de een of andere manier. Het kan tijdelijk zijn, maar het uh, best, beste is gewoon via een ander e-mailadres sturen. Ja, en uh, even kijken. Ja, ja. Dus uh, naar klantenserviceapplicatie.cryptocoilers.nl uh, wat was ik? Oh ja, de ATR. Uh, ik pak de ATR erbij. Oké, okay. dus we hebben. Uh, weet je wat ik doe? Ik zet hem even op de 15 minuten. Die haal ik even weg. Ik ben te zien. Ja, ik ben te zien. Oké. Okay. Um, stoploss positie. Wat ik doe op het moment dat ik de stoploss wil positioneren, normaal gesproken. Uh, werk ik met de manier waarop, uh, die ik uitleg in de clinics. Ja, ik kijk terug naar eerdere prijsactie. Vervolgens kies ik een level lager. Maar wat ik nu bespreek... komt indirect ongeveer op hetzelfde neer. En dat is dat op het moment dat jij voor jezelf... een bepaalde positie hebt bepaald voor je stoploss... door net iets lager te gaan dan die ene specifieke positie... Uh, verzeker jij jezelf met... Uh, niet helemaal, want het kan altijd fout gaan, maar wel wat meer dan dat je het niet doet, dat jij geen slachtoffer wordt van liquidity grabs. En liquidity grabs, uh, daar ga ik het niet over hebben, uh, maar ik ga je wel bewust maken van het feit dat er best wel wat traders zijn met een groot portfolio die de koers naar een bepaald positie duwen. Ja, dus stel je voor... Stel je voor, dit is. Nou, wacht, wat ik doe. Ja, dus stel je voor, de koers bevindt zich nu hier. Heel veel traders zouden de stop loss onder deze swing low plaatsen. Ja, dus hieronder. Er zijn best wel wat traders en traders met een groot portfolio. En die zijn het meest actief op munten met heel veel volume. Dus bijvoorbeeld bij de Bitcoin zie je dat. Je ziet het heel vaak gebeuren, uh, liquidity grabs, alleen maar zelfs. Um, maar die, die zorgen er dus voor dat de koers onder een bepaald niveau komt. Dus die duwen de koers eigenlijk onder dit niveau, waardoor er hier op dit punt best wel, vanaf dit punt best wel wat munten de markt opkomen. Die rapen ze op voor een prikkie en de koers stijgen weer verder. Dat noemen ze in, in een notendop liquidity grab. Dus het is de truc voor jou om jezelf hier, te, hier tegen te beveiligen. En vaak gebeurt dat met Wix. Heel vaak. Niet altijd. Uh, vaak, uh, uh, ook vaak wordt het gewoon echt naar een bepaald niveau toegedrukt. Maar heel vaak gebeurt het wel met Wix. En om je daartegen te verzekeren... Uh, kan jij kijken naar eerdere prijsacties... zoals we bespreken in de clinics. Of je kan het iets makkelijker doen en dus de ATR gebruiken. Komt niet exact op hetzelfde neer... want uh, de ene is gebaseerd op levels... en de andere is gebaseerd op volatiliteit. Maar het maakt niet uit. Het gaat er gewoon om dat jij onder jouw stop niveau een bepaald deel onder jouw stoplossniveau, jouw, uh, tenminste, um, uh, op een bepaald deel onder het stukje waar jij eigenlijk je stoploss wilde hebben, dat je daar uiteindelijk je nieuwe stoploss plaatst. Nou, de ATR. ATR is dus een indicator. Dus als je die wil toevoegen, ga je naar indicators. En vervolgens zoek je dit op. Average True Range. Ja, dus ik zal het even typen. Average True Range. En dit is de indicator die je moet hebben. Ja, ik heb hem ook uh, aan mijn favorieten toegevoegd. Dit is de indicator die ik moet hebben. En dit is de indicator die ik heel vaak gebruik. Bij het, uh, uh, tenminste, als ik niet werk op de manier waarop ik uh, lesgeef tijdens de kliniek. Dus niet op een uh, uh, next level uh, positie. Dan gebruik ik de ATR om de stoploss te positioneren. Nou, hoe doe ik dat? Zoals ik net al zei, de ATR. En dat is deze lijn. Die, uh, dat is een volatiliteitsindicator. Des te volatieler een beweging, ja, des te hoger de, uh, uh, de, de, de ATR-waarde. Des te minder volatiel, des te lager de ATR-waarde. Je, je ziet ook hier ook: de koers is niet volatiel geweest, heel lang. Dit, dit gebied, eigenlijk vanaf, nou ja, ik plaats wel een verticale lijn, eigenlijk vanaf hier al tot hier. En als je kijkt, de koers is heel lang zijwaarts gaan, weinig volatiliteit, en je ziet gewoon de ATR-waarde afnemen. Vanaf hier stijgt de koers, er komt weer wat volatiliteit, de ATR-waarde neemt toe. En zo kun je aan de gang blijven. Dus des te hoger de volatiliteit, des te hoger de waarde van ATR. Oké. Okay. Wat, wat ik niet ga doen, ik ga het niet hebben over. Een strategie. Dus ik ga jou niet zeggen waar jij jouw stop loss moet plaatsen, waar jij jouw entry moet plaatsen, waar je je resistance, uh, je uh, uh, verkoop moet plaatsen. Daar ga ik het niet over hebben. Waar ik het wel over ga hebben is hoe jij jouw stop loss beter, net iets beter kan positioneren. Dus ik zei net al: entry doe je, dus je instap doe je gebaseerd op support, uitstap, dus uh, TP doe je gebaseerd op resistance. Ik ga het nu puur hebben over de stop loss. Ja? Dit, deze lijn zou eigenlijk, gewoon heel simpel gezegd... want dit gaat puur om het uitleggen... mijn stoplosslijn moeten zijn. Ja? Dus stel je voor, ik stap hier nu in. Uh, ik, wil de, ik wil mijn stoploss onder de meest recente swing low. En ik weet het, dit is de plek waar dat soort gasten... die liquidity-grabs veroorzaken, er naartoe gaan. Dat snap ik. Maar het gaat er gewoon om dat jij niet door een wick uitgestopt wil worden. Al plaats jij jouw stoploss ergens anders... Ook prima, maar er is een bepaalde volatiliteit binnen de chart. En die volatiliteit wil je opvangen. Dus ik ga het niet hebben over waar jij je stoplosspositie moet plaatsen. Dat moet je helemaal zelf weten. Nogmaals, we gaan, niet, we gaan het niet hebben over de strategie. Maar de volatiliteit binnen deze chart die kan je beter opvangen door ATR. Dus gewoon een voor, simpel voorbeeld. Jij wil hier je stoplosspositie hebben. Ja, dus, en dat is bij een prijs van 15.566 dollar. Ja, dus dit wordt jouw stoploss afgebaseerd uh, op de strategie die je hebt. De ATR op dit moment geeft, en het mooiste is zelfs als je erop dubbel klikt, dan kan je het nog makkelijker zien. Kijk, als je dubbel klikt op de ATR, dan haal je de candles weg en dan, opent, dan vergroot hij zeg maar de indicator. Je ziet de ATR nu, en dan, kan je, dan moet je rechts kijken, hier op dit stukje wat waar, waar ik nu laat zien. Als ik de, ATR, uh, de lijn hou waar de ATR zich nu bevindt, dan zie je 103 dollar. En dit is geen percentage, dit is een waarde. Ja? Dus, dit is 100, dus hij geeft nu hier, zoals je kan zien, 103 grafje aan. Ja, dus ik ga hem erop, hij geeft 103 aan. Dat betekent dat de koers, en je ziet hem ook stijgen, volatiel is nu. En dat betekent dus, als jij je stop los wil gaan baseren op uh, basis van. Uh, sorry. Ja, als jij je stop los wil gaan uh, uh, baseren op basis van de ATR, dan haal je, want het gaf 103 aan, dan haal je hier van dit bedrag, ja, dus van die 15.566, haal je 103 af. En dan kom je uit op 15.463. Ja, dus 15.463. Dit wordt jouw nieuwe stoploss. Hiermee haal je de volatiliteit uit jouw Stop los. Dus de, waard, de volatiliteit die de ATR-lijn nu aangeeft. Zoals ik net al zei. Um, uh, wacht even, ik pak hem even erbij. Ik ben vergeten wat ik exact had gezegd. En dat was hier. De ideale positie is één ATR voorbij support. Ja, dus support ligt hier. Of tenminste, de plek waar jij in eerste instantie. En eh, dan moet ik eh, dingen erbij pakken de plek waar je in eerste instantie wil, uh, de stoploss wilde plaatsen was hier Eén ATR voor de voorbij dat is de meest ideale positie uh, conform de ATR voor jouw stoploss dus dit is een tool die kan je prima gebruiken om jouw stoploss te positioneren um, oké okay, dat wat betreft uh, de ATR uh, ja, dus de waarde die jij hier aangeeft, haal die waarde gewoon van de prijs af. En dat, uh, dat, ja, da, daar kan jij jou uh, stop-los positioneren. Oh, en dan kan ik je wel horen denken: van ja, maar uh, het is allemaal goed. Alleen dit, ja, de nieuwe waarde, is in dit geval 0,66% lager. Uh, dus die trade, uh, daar kan ik niet meer op instappen, want uh, daardoor verlies ik te veel. Hoeft niet. Maar daar gaan we het nu over hebben, want we gaan het nu hebben over. Het, laatste stukje van de, het ene laatste stukje van de presentatie. En dat is de positiegrootte. Zoals ik net al zei. Je hebt een entry. Je hebt een stoploss. Ja, en voor de positiegrootte doet jouw ding is er niet toe. Jouw verkoopt. Het gaat puur om de afstand tussen jouw entry en jouw stoploss. Nu met die ATR waarde heb jij uh, een nieuwe stoploss positie bepaald. Die 0,66% lager ligt. Prima. Stel je voor de afstand tussen entry en stop los was bijvoorbeeld 2%. Ja? Maar nu staat hij op 2,66%. Nu denk je bij jezelf van ja, maar ik wil niet meer dan 2% verliezen op mijn portfolio. Ik kan niet in een trade stappen. wel. Theoretisch gezien kan je in iedere trade stappen die je maar wil. Uh, ongeacht hoe groot de afstand is tussen jouw instap en stop los. Alleen je moet je positiegrootte daarop baseren. Dus de grootte waarmee jij instapt. Dus door de positiegrootte te bepalen... kun je in principe in iedere trade stappen... ongeacht hoe groot de afstand is tussen je entry en stop los. Ja, dus je kan in iedere trade stappen, ongeacht deze afstand. De positiegrootte wordt bepaald aan de hand van de afstand... tussen je entry en je stop los... en de percentage die we bereid zijn om te verliezen... als de niet gaat zoals het moet, zou moeten. Dus als dit 2,66% is nu in plaats van 2%... en je wil maar 2% verliezen... Uh, die verhouding... Uh, uh, ik laat zo een rekensommetje zien, maar die verhouding... Uh, daar gaat het om. Dus de verhouding van wat je uh, wil verliezen ten opzichte van deze afstand tussen entry en stoploss. Voorbeeld 1. Ja, de afstand tussen jouw entry en stoploss is bijvoorbeeld 10%. En je wil niet meer dan 2% verliezen op je totale portfolio. Dan is de positiegrootte 20% van je portfolio. Ja, dus als deze afstand tussen jouw instap en stoploss 10% is. En je wil niet meer dan 2% verliezen op jouw uh, uh, totale portfolio. Wat doe je dan? Dan doe je. 2 gedeeld door 10 en dat keer 100 te vermenigvuldigen. Dus uh, de afstand tussen, uh, uh, tenminste de percentage die je bereid bent om te verliezen, deel je door deze afstand. Ja, dus 2%. Je bent 2% bereid om te verliezen. Deel je door 10%. Dan kom je uit op 0,2 en dat doe je keer 100. Dus dan stap je in met 20% van je portfolio. Dat houdt dus in dat als jij in deze trade stapt met 20% van je portfolio en de trade gaat fout dan ben je maar 2% op je portfolio kwijt. Dus dit is ook de reden waarom ik zeg... theoretisch gezien kan je in iedere trade stappen. Volgend voorbeeld. De afstand tussen je entry en stop loss is 4%. Dus deze afstand is 4%. Maar je wil niet meer verliezen dan 2% op je portfolio. Dus wat doe je dan? Die 2% wat je bereid bent om te verliezen... als de trade fout gaat, deel je door 4. Nou, dan kom je uit op 0,5. En dat vermenigvuldig je, je met 100. Ja, dus dan kom je uit op uh, 50%. Dus als je met deze trade... Met 50% instapt van jouw portfolio. En het gaat fout, dan ben je maar 2% kwijt van je, uh, positie, uh, van je totale portfolio. Dus dat is hoe je de positie groot breken. Dus die extra afstand van de ATR doet er niet toe. Uh, je stapt gewoon met minder in. Zo moet je zien. Daarnaast hebben we ook een risk-reward ratio. Nou, uh, lang verhaal, uh, maar we lopen een beetje uit. Dus ik wil niet al te technisch maken. Uh, op TradingView is het anders. Is het een reward-risk ratio. Maar we houden het gewoon lekker simpel. We houden het op risk-reward ratio. Kijk. Ik zei net al, het al, het loont om, uh, tenminste, je kan theoretisch gezien in iedere trade stappen die je wil. Ja? Door de juiste positiegrootte te doen. Alleen besef gewoon dat niet iedere trade... De, überhaupt de moeite waard is om uh, in, in de trade te stappen, ja of nee. En om dat te, voor jezelf te bepalen of de trade überhaupt de moeite waard is om in te stappen, uh, daarvoor gebruik je de risk-word ratio. De risk-word ratio die bereken je door te kijken naar de potentiële percentage verlies. Of een winst, en deze uh, af te wegen naar de, aan een potentiële percentage verlies. Dus wat ik ermee bedoel, als dit jouw entry is, dus dit is je entry, dit is jouw stop los. Nou, net zei ik al voor de positiegrootte: gaat het alleen om entry en stop los. Voor de rest die woordratio komt er een derde uh, uh, punt bij, en dat is jouw verkoop, dus je TP. Ja? Dus deze afstand tussen jouw instap en verkoop, die meet je, en deze afstand tussen jouw instap en stop los die meet je. En je weegt deze tegen elkaar af. Een nou, simpel voorbeeld. Stel de afstand tussen je entry en TP, dus in dit geval, dus jouw instap en, en uh, verkoop, is 9%. En de afstand tussen jouw entry en stop los, dus dit is 2%. Dat betekent dat als je trade fout gaat, dat je 2% kan verliezen. En als de trade goed gaat, kan je 9% winnen. Dan is je reward ratio 4,5%. Waarom? Omdat je 9% deelt door 2%. Dus de uh, ratio... De ratio waar, waarbij jij... jouw verlies ten opzichte van je winst... Uh, meet... Uh, is 4,5. Dus je kan... als je het goed doet, kan je 4,5 keer meer... Uh, winst nemen... of uh, winst behalen dan verlies. Dus dit is wat ik bedoel met... kijken of de trade überhaupt de moeite waard is. Natuurlijk, wat ik net al zei... je kan theoretisch in, in iedere trade stappen... maar niet iedere trade is de, uh, is de moeite waard... om in te stappen. En... Om dat voor jezelf af te wegen, gebruik je de risk reward ratio tool. En voor treden in de cryptomarkt is een risk reward ratio tool van minimaal drie aan te raden. Het liefst als hoger. Persoonlijk uh, zeg ik uh, drie, want de cryptomarkt is, is best wel volatiel. En, uh, maar goed, er zijn best wel wat mensen die uh, 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 lager hebben. Alleen dan zal je een... Strategie moeten hebben met een hoger winratio. Kijk, het gaat er gewoon om: als jij een strategie hebt met een hoger winratio. Dus stel je voor, je hebt een strategie van 70% winratio. Dus jouw uh, strategie gaat 7 van de 10 keer goed en 3 van de 10 keer fout. Op het moment dat jij dat uh, combineert met een residuat ratio van bijvoorbeeld 3, dan kan jij statistisch gezien: mits jij de strategie exact uitvoert zoals die moet. Kan je onmogelijk verlies maken op lange termijn? Waarom? Omdat jij een winratio hebt van 70%, dus 7 van de 10 trades gaan goed. En als die goed gaan, heb jij minimaal drie keer zoveel te behalen als, als verlies. Alleen, uh, hier komt een stukje emotie aan te passen. Dus misschien leuk als je de uh, video kijkt van uh, afgelopen dinsdag van mij, of maandag of dinsdag, over emoties. Of vandaag zijn Roef van Ik live gegaan, hebben het over gehad uh, over emoties. Misschien dat de moderator zo vriendelijk zou willen zijn om de link van de Power pagina te plaatsen. Uh, hiervoor uh, moet je wel je emoties onder controle hebben. Want een winstgevende strategie is alleen winstgevend als je die ook exact uitvoert zoals die moet. En uh, weet je, dit is, dit, het zijn allemaal puzzelstukjes van het, dezelfde puzzel. Je moet een winstgevende strategie hebben. Tenminste, als je met. Ik heb het niet over de cryptocoins day trading strategie. Ik heb het even over deze manier van traden. Dus een winstgevende strategie moet je hebben. De juiste positiegrootte moet je hebben. Uh, een is die ratio tool, moet goed zijn. En daarnaast moet je die strategie exact uitvoeren zoals het uh, moet. Maar doe jij die punten. Hou je rekening met alles. Statistisch gezien kan je onmogelijk kom, uh, uh, op lange termijn verlies maken. Dus dat is een hoopvol iets om, om naar uit te kijken. Maar, maar goed, je moet het exact uitvoeren zoals het hoort. Dat wat betreft. Oh nee, uh, besef gewoon dat des te hoger de risky-woord-ratio, des te meer trades je mag, mag verliezen om toch nog winstgeven te kunnen treden. Want als jij uh, een risky-woord-ratio van 3 hebt, betekent dat je 2 trades mag verliezen en uh, toch nog kiet kan spelen. Of uh, in dit geval bij 4,5 kan je, kan, je, kan je winst maken. Dus het gaat er gewoon om, des te hoger. De ratio, des te meer trades je mag verliezen. Maar dit is ook de reden waarom ik zeg dat het statistisch gezien onmogelijk is om, consistent, of, uh, um, om verlies te maken op lange termijn. Want op het moment dat jouw ratio hoog is en je dus meer trades mag verliezen dan winnen. Maar tegelijkertijd heb je een strategie die meer trades wint dan verliest. 1 plus 1 is 2. Je kan onmogelijk kan je dan, uh, uh, verlies maken op lange termijn, want jouw strategie is winstgevend. En uh, jouw risk uh, reward ratio is ook winstgevend. Je, je winratio van je strategie is hoog, je risk reward ratio is hoog. Als je daarnaast ook nog eens rekening houdt met de juiste positiegrootte, ja, dit is de manier om uh, te kunnen treden met technische analyse. Dus ik heb jullie uitgelegd waar je rekening mee houdt met uh, support, resistance. Ik heb jullie uitgelegd waar je uh, uh, tenminste hoe je voor jezelf kan bepalen uh, of jij uh, de instap uh, uh, kan verfijnen aan de hand van support, de uitstap aan de hand van resistance. Ik heb jullie aangegeven hoe je je stop los kan verfijnen door middel van de ATN-indicator. Ik heb jullie uitgelegd hoe je uh, de ratio-word ratio, toe, uh, uh, receiver, receiver ratio um, uh, uitrekent. Ik heb jullie uitgelegd hoe je positiegrootte berekent. Doe er je voordeel mee. Als afsluiting. Dus ik ga nog niet afsluiten, want let op: uh, nog niet afsluiten. Ik ga straks nog één winnaar bekendmaken. En we gaan ook nog door de vraag heen. Uh, dus uh, maar als afsluiting van de presentatie: een goede treden is een geduldige treden. Dat is een uh, quote die ik altijd gebruik om af te sluiten bij mijn quotes. Of uh, bij mijn uh, clinics. Want deze manier van treden, uh, hier heb je gewoon geduld van nodig. En op het moment dat jij je geduld kan veroorloven, denk maar aan die gozer die net gepaard staat. Dat hij. Uh, 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 zijn vrouw vastbindt en niet andersom. <laughs> Mocht jij wel een vrouw hebben die jou graag vast wil binden, uh, uh, doe dat alsjeblieft, uh, want uh, het laatste wat je wil is te, te snel instappen. Uh, dus wacht tot de koers jouw kant op. En ik, moet, ja, ik ben een beelddenker, dus ik moest er weer even aan denken. Maar uh, wacht gewoon tot de koers jouw kant op komt en uh, heb gewoon geduld, want anders ga je het niet redden. Niet met deze manier van treden. Er zijn weer andere strategieën voor. Maar als je uh, uh, wil slagen in deze manier van treden, uh, waarbij jij wacht tot de koers jouw kant op komt, dan moet je geduld hebben. Oké, okay. uh, vragen. Ik besef me alleen trouwens, we zijn nu met uh, 364 mensen. Ik zei aan het begin van, uh, als je vragen hebt, um, wacht tot uh, het einde van ieder stuk. Maar de chat is zo losgegaan, ik kan onmogelijk uh, terugscrollen. Dus mocht je nu nog vragen hebben, wil, wil, je, uh, wil je deze alsnog even in de chat typen, dan uh, kan ik die nog even een voor een wegwerken. Want ik kan onmogelijk um, terugscrollen. Met, niet met alle berichten die, die zijn geplaatst. Uh, Peter, kunnen de powerpoint niet downloadbaar worden gemaakt per webinar? Nee, nee, ik heb, nee, uh, nee. Uh, maar wat wel zo is, is de video. De video die uh, uh, wordt wel gewoon geplaatst op uh, het YouTube-kanaal van CryptoCoiners. Um, Lies die zegt: in de vooraankondiging werd aangegeven dat je zou uitleggen hoe je kunt zien of er sprake is van retracement of reversal. Nee, nee. Ik heb aangegeven dat tijdens de kliniek, mijn kliniek, uh, ik aangeef. Uh, wacht, ik pak even bepaalde dingen een klein momentje. Even juist juiste map erbij pakken. Uh, wat ben je? Klopt wel wat je zegt, maar aan de andere kant ook weer niet. Want ik heb aangegeven dat ik tijdens mijn Price Action Clinic aangegeven uh, hoe jij bepaalde zaken uh, kan zien. Ja, een van die zaken is dus kijken of, uh, 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 of er sprake is van een retracement of een trendomkeer. Simpel voorbeeld. Ik hou van tekenen, zoals jullie weten. Als dit gebeurt. Ja, er komt een beweging naar boven en vervolgens komt er een retracement. We hebben het net al, net gehad over retracement. Ja, dus uh, jij hoopt natuurlijk dat dit gebeurt. Ja, dus dat de koers daarna verder stijgt. Dus dat deze retracement uh, niks anders dan een, een pas op de plaats is, voordat de koers weer, zoals je hier kan zien, verder gaat naar boven. En door middel van de Fibonacci-tool wil je hierin stappen. Maar dit kan ook gebeuren. Dus dit kan ook gebeuren. En dat dit gebeurt en dat daardoor een uh, trendomkeer plaatsvindt. Ja, dus uh, dat is iets wat ik, wat ik heb aangegeven. Klopt wel, wat je zegt. Uh, even kijken, wie zei dat? Uh, Lies? Klopt wel, want ik, maar ik heb aangegeven dat ik dat tijdens de clinic doe. En niet tijdens deze mini-clinic. Kijk, er zijn bepaalde uh, 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 zaken die ik tijdens de clinic, Price Action Clinic, waar ik nu drie toegangskaarten voor weggeef. Twee heb ik al weggegeven, eentje komt nog. Uh, Bepaalde zaken daarin bespreek, en uh, dat dit is er eentje van. Weet je, een heel simpel voorbeeld: bepaalde dingen die, uh, die je tijdens die kliniek kan verwachten, is bijvoorbeeld traden op candlesticks of candlesticks-patronen. Weet je, jullie kennen de Chart patronen kliniek van mij, jullie kennen de uh, uh, Trending market clinic. maar dit is Price Action Training, en dit is iets wat je doet op. Uh, sorry, pak even de chat erbij. Um, ja, dit is dus iets wat je doet op basis van prijsactie. En uh, hierdoor uh, ga jij dus leren traden op candlesticks en candlesticks-patronen. Uh, we gaan het hebben over het herkennen van uh, trendomkeer in plaats van retracement. Ja, dus uh, het principe wat ik net heb besproken. Uh, alleen daar ga ik veel, veel, veel dieper op in. Uh, bear traps en bull traps, uh, die gaan wij zo goed als mogelijk leren herkennen. En zo goed als mogelijk vermijden. Uh, support en resistance 2.0. Uh, ik ben net op, uh, tenminste tijdens de webinars, heb ik, uh, heb ik het gehad over support en resistance. Uh, ik heb het net ook uh, gedeeltelijk gehad over support en resistance. Alleen, kijk, de mensen die mijn clinics hebben gevolgd van trading, Trade op patroon en training in Trending Markten, die weten, natuurlijk bij, uh, bij training Trending Markten uh, clinic ga ik in op horizontaal niveau, uh, uh, horizontale levels. De support en resistance levels op horizontaal niveau. Bij de Chart patronen Clinic doe ik dat op uh, trendline niveau. Maar bij price action traden ga ik daar veel dieper op in. Want er zijn nog heel veel andere manieren om support resistance te kunnen herkennen en daar dieper op in te spelen. Dus vandaar dat ik ook heb gezegd Support en resistance 2.0. En uh, ja, denk maar aan uh, zaken als uh, uh, constructies uh, voor jezelf bepalen. Uh, breakouts voor jezelf bepalen. Uh, re uh, uh, retesten uh, van, van die specifieke breakouts. Fakeouts leren kennen. Dus uh, heel veel van die zaken zeggen jou niks. Uh, we gaan het hebben over uh, smart money concept. We gaan het hebben over uh, buy en sell uh, zones. We gaan het hebben over heel veel zaken. Liquidity grabs, waar ik het net over had. Alles wat te maken heeft met pure price action traden... Puur traden op candles, uh, daar gaan we het daarover hebben. En daarnaast ook wat, uh, ook wat indicatoren. Uh, uh, het is niet zo dat ik indicatoren vermijd. Uh, het, het is alleen zo dat ik tijdens die clinic jullie aanleer hoe je kan traden zonder indicatoren. Hoe je winstgevend kan treden. Hoe je überhaupt een chart kan leren lezen. Uh, de psychologie achter bepaalde candlesticks, bepaalde candlesticks patronen. Uh, maar weet je, daar hoort dus die, uh, dat onderdeel bij. Retracement uh, ten opzichte van trendomkeer. Uh, leren herkennen. Dat zou ik dus niet tijdens deze mini doen. Dat doe ik echt uitgebreid in die uh, uh, price action kliniek. Um, Oké, okay. dan gaan we pakken de vragen nog even bij. Van slag van maan. <laughs> ik haal uh, uh, wijs mijn mond dicht. Ik uh, zeg helemaal niks erover. Maar goed, uh, zoals ik net al zei, ik ben een beelddenker. Um, Oké, okay, weet je wat we doen? Nee, nee, nog niet. We gaan nog heel even door. Ik pak nog heel even de chat erbij. En uh, voordat we afsluiten, uh, doen wij uh, nog een winnaar bekendmaken. Als, als afsluiter. Dat is leuk. Uh, maan, maan, maan. Maan, maan. Even kijken. Ik zie heel veel maan. Uh, nee. Inderdaad, Suzanne die zegt dus het draait op de RSI. Klopt. Maar het is... Het, 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 uh, ATR is geen RSI. LSI uh, is namelijk een momentum indicator. Een ATR is meer een Ja, Het is een volatiliteit indicator. Ja, het, het, het enige wat ze overeenkomen, uh, wat, wat overeenkomt, is dat ze allebei een lijn hebben. Voor de, rest, uh, voor de rest niks. Um. Even kijken voorrang. oké. Okay. Nou, dan gaan we weer verder, uh, Antoine. Waar kun je de verkoop- en koopopdrachten zien? Is dat in het orderboek? Ja. ja, ja. Als jij op een uh, exchange een uh, verkoop- of koopopdracht plaatst, dan zie je dat in het orderboek. Klopt, uh, Steven. Is zeg wat is jouw favoriete timeframe om, om hem te doen? Um, doet er ja, het doet er echt niet toe. Afhankelijk van, uh, weet je wat ik doe? Um, dan uh, even kijken. Momentje. Wat ik doe. Nee. nee. Ik kan het nu even niet doen. Ik wou uh, Telegram even laten zien. Maar simpel voorbeeld. De, de manier van treden die ik doe. En uh, dat kan de price action manier zijn. Het kan eigenlijk. Weet je. Het, geef het een naam. Uh, het gaat er gewoon om dat jij door middel van uh, dit soort zaken te herkennen. Uh, charts beter leert lezen. En aan de hand daarvan kan je een bepaald strategie erop loslaten. Ik heb gisteren bijvoorbeeld heb ik een uh, trade gedaan uh, op SNM. Die was gigantisch hard gestegen en gigantisch hard gezakt. En die specifieke trade was op de 1-minuut-chart geweest. En dan weet ik alleen niet of het gisteren of eergisteren was. Misschien dat een van jullie het gezien hebt op mijn trading-dagboek. Uh, kanaal op Telegram, ik weet het alleen even niet, maar misschien dat jullie het in de chat kunnen typen. Maar het was of gisteren of eergisteren, en dat was op een 1 minuut, één minuut uh, chart. Uh, maar ik ben net zo comfortabel om uh, dit soort strategieën op de één uur chart, of dag chart, of week chart los te laten. Het uh, doet er niet toe, uh, de, de chart. Het gaat er gewoon om dat uh, jij be een bepaald constructie voor ogen hebt, en uh, daar handel je ook gewoon aan. En dat kan op de 1 minuut zijn, het kan op de vijf minuten, een kwartier, een dag, het, het doet er niet toe. Dus ik heb niet echt een, een favoriete timeframe voor deze specifieke strategie. Wat ik wel heb, is een favoriete timeframe aan de hand van hoe actief ik op dat moment. Uh, oh ja, iemand, ja, ze zeggen gisteren. Top, dankjewel. Dat was inderdaad gisteren. Maar ik heb dus een uh, favoriete uh, timeframe aan de hand van um, de tijd die ik kwijt wil zijn aan die specifieke uh, trade. Als ik korter in en korter uit wil, zoals SNM gisteren, um, ja, dan, dan, uh, uh, dan doe ik dat op één minuut. En je, zo, je ziet dat jullie kunnen terugzien. Het heeft winst opgeleverd. En vervolgens is de koers daarna nou misschien wel 30, 40 verder gaan zakken. Maar die specifieke trade heeft winst opgeleverd. Um. En Jolanda uh, die zegt bij ART: hoe of vanaf waar 100%, uh, 106% stop loss, Huidige prijs. Het gaat de ATR. Uh, Tenminste, wat, wat ik, laat, ik, laat ik het zo zeggen. Ik ga het even laten zien. Wat ik jullie net liet zien qua ATR is niet een percentage. Dat moet goed, goed duidelijk zijn. Dit uh, is geen percentage. Dit is een getal. En dat getal die haal jij, die trek je af van de prijs waar jij stoplos op staat. Dus net gaf je 100, 103 aan. Dus dat betekent dat ik 15.566 min 103 doe. En dan kom ik uit op 15.400. 63, Dus dit is geen percentage. Dit is niks anders dan een getal. En dat getal uh, die trek je af van jouw oorspronkelijke positie voor jouw stoploss. Dus het is geen percentage, Jolanda. Uh, 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 Jeff Maas, hoeveel pieken en dalen moet je op een volgend zien om te zien als support of resistance trend? Het uh, liefst twee piek en liefst twee dalen. Uh, dan uh, is er echt een, uh, een, een, een specifieke trend voor mij. Maar ja, dus er, zijn, er zijn best wel wat traders die vinden... Nou, weet je, ik kan het even uitleggen. Uh, dat doe ik wel even hier, Waar uh, Wat ben jij? Hier. Als ik het toch ga tekenen, dan heb ik liever dat ik het hier doe dan op TradingView. Um, je hebt hier. Kijk, okay, je hebt hier een dal. Hier een piek. Hier een dal. Hier een piek. Ja. Best veel wat traders zeggen dat dit, dit nu al bullish is. Persoonlijk wil ik nu nog één dal zien en daarnaast ook dat de koers voorbij deze piek komt. En dan is het voor mij echt, dus dat, vanaf dit punt, vanaf dit punt, dan is de koers voor mij echt bullish. Nou, dus ik wil minimaal twee op één volgende uh, pieken zien, uh, die hoger zijn dan de voorlaat dan de eerste en twee dalen die hoger zijn dan de eerste dal. Dus uiteindelijk drie, zo moet je het zien. Maar dat is persoonlijke voorkeur. Er zijn best wel wat traders die vinden het hier al bullish. Uh, maar ik persoonlijk, ja, ik wil wat meer confirmatie zien. Um, ik zie best wel wat vragen die ik net ook heb behandeld. Eh... Uh, wel, Jan, welke van jouw strategie heeft de hoogste winstpercentage, chart, trending markt of prijsactie? Dat is eigenlijk afhankelijk van de markt. Daar kan ik er geen zinnig antwoord op geven. In het algemeen, en ik weet niet of het gepast is om te zeggen, maar trending markten, die strategie, heeft voor mij in het algemeen wel de meeste winst opgeleverd. Maar dat is echt afhankelijk van de markt. Als de markt erna is, dan levert dat de meeste winst op. Als de markt er is voor, uh, voor uh, prijsactietreden, levert dat de meeste winst op. En als de markt echt is op um, uh, chartpatronen, meer chartpatronen. Dus um, persoonlijk, uh, uh, ja, persoonlijk zou ik zeggen, het is, het is echt afhankelijk van de, uh, van, van, van de markt op dat moment. Uh, even kijken, uh, ja best wel wat mensen, oké, okay. uh, 3300% staan, ja. ja inderdaad, uh, SNM was 3300% gestegen en vervolgens weer flink gekelderd en ik heb gelukkig met de 1 minuten chart heb ik wel wat uh, dingen kunnen vinden, wel wat uh, trades kunnen vinden. Uh, ...wel wat winst kunnen vinden. Uh, Kurt, leuke opmerking van je. Ik vind je inzet echt, uh, echt top. Nog nooit iemand tegengekomen die zich zo inzet om alles goed uit te leggen als jouw duimpjes. Hartstikke bedankt, Kurt. Alleen uh, ik vind het echt super tof, hè. <laughs> meen ik echt. Ik vind het super tof dat je dit zegt. Maar mijn grote voorbeeld is toch wel Roeven. Want Roeven is iemand die. Uh, tuurlijk, er zijn andere influencers die. Uh, die geven ook. Uh, die doen ook moeite, daar ben ik ook eerlijk in. Alleen hun manier van doen. Persoonlijk trekt het me niet aan. Roeven is iemand die. Gewoon heel uh, uh, down-to-earth is. Dus heel heel. Uh, hij krijgt het niet te hoog in zijn bol. En dat zie je bij sommige andere influencers wel. Eén voorbeeld, ik ga geen namen noemen. En ik ga ook niet zeggen of het of uh, uh, Engelstalige influencers waren. waren. Maar uh, ik kwam. Ik zat, ik zat een tijdje geleden. Ik zat te kijken naar een livestream van. van. Uh, 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 van die. Uh, uh, persoon of personen. En het eerste wat. normaal gesproken... Volg ik hem of hun volg ik niet. Maar het eerste wat die een van die personen. Nou, het, 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 het eerste wat uh, 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 gezegd werd uh, was. Boem! Ik heb een trade gepakt. Ik heb zoveel winst gepakt. Boem! Ik, ik, ik ga deze auto kopen. Boem! Ik doe dit. En deze munt heb ik in mijn portfolio. En ik heb. Ik denk, nou weet je, dat is, dat is niet mijn manier van, uh, uh, van doen. Uh, dus mijn grote voorbeeld, en dat zeg ik niet om. Uh, hem een veer ergens in te steken. Mijn grote voorbeeld is Roel voor geweest, wat dat betreft. Uh, dus, maar ik vind het een super, super goed compliment voor jou. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Um, Ron, bedoel je eerst de break of character, daarna de break of structure, voordat ik koers bullish word of bearish uh, noem? Ja, 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 als ze het heel technisch gaan maken, uh, uh, ja. Ja, dus, uh, ja, weet je, ik, ik, de, de, laat ik het zo zeggen, Ron, ik kan het nu heel technisch maken, maar er zijn 328 mensen aan het kijken. Heel veel daarvan die snappen dat niet, maar het klopt wel wat je zegt. Um, voornamelijk break of structure, dat is waar ik naar kijk. is dus een bepaalde structuur en op het moment dat die structuur uh, gebroken wordt, dan uh, uh, is het voor mij uh, een conformatie. Um, Irene die zegt: Ik vind ook echt dat we duimpjes moeten gaan. Laten we even kijken naar duimpjes. We zijn nu met 327 mensen, 272 duimpjes. Mensen hartstikke bedankt. Echt, echt tof, echt tof voor jullie. Rolande zegt ook Roef de Godfather van cryptocoiners. Zeker weten. 100%. Oké, okay, ik ben redelijk door die chat heen. Wat we gaan doen, we gaan weer een winnaar bekendmaken. De laatste. Zijn jullie er klaar voor? Typ ja of nee in de chat. Oké, okay. cancel, die kan weg. Ah, Vivi die zegt, pas op van straks stijgt het nog naar zijn hoofd. Oké, okay. nou ja, weet je, als iemand het verdient uh, Vivi, dan is hij dat wel. Dus uh, hij mag dat. Oké, okay, nou jullie zijn allemaal klaar ervoor, mooi. Ik ook, want voor mij is het een hele lange dag geworden. Dus uh, als we de winnaar bekend hebben gemaakt, dan uh, ga ik afronden. Um, Oké. Okay. Zo ga je nooit live. Zo ben je gewoon twee keer live op één dag. is bizar. Geweldig trouwens. Echt leuk. Uh, Oké. Okay. Nou, ik zie allemaal jaars binnenkomen. Top. Ik ben er ook klaar voor. Um, ik wil jullie vragen om even te stoppen met typen. En dan gaan wij nu een woordje bespreken... Uh, ik zie trouwens heel even tussen neus en lippen door dat uh, Vivi zegt dat de mail van Roel binnen is. Volgens mij nog niet van uh, Maan, want anders zou ik dat ook uh, bevestigd krijgen. M lieve Maan, uh, ik zal de, het e-mailadres kopiëren. Ik plak het e-mailadres in de chat. Het gaat om klantenservice apenstaatjecryptocoins.nl. Hetzelfde wat ik nu zeg voor Maan geldt ook voor de winnaar die zo bekend wordt gemaakt. Maak een screenshot van je gebruikersnaam in YouTube. Dus uh, de, 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 de uh, livestream uh, dat wij kunnen zien. Uh, tenminste, dat wij jouw gebruikersnaam samen met de livestream in één screenshot kunnen zien. Dus dat we daadwerkelijk zien dat jij dat bent die de e-mail stuurt. En stuur de e-mail vervolgens naar apenstaatjecryptocoins.nl. Um, dus lieve maan, uh, niet vergeten om dat te doen. En uh, het geld, hetzelfde geldt ook voor degene die nu de uh, prijs gaat winnen. Ik wens jullie allemaal heel veel geluk. En um, nou weet je, het, het woord van nu is ook geluk. Dus bij deze, typ geluk nu in de chat. De tijd gaat nu in. Eén minuut. En uh, ik wens jullie allemaal geluk. Ik hoop dat degene die uh, wint. Nou ja, degene die wint heeft sowieso geluk. Maar ik wens jullie allemaal geluk. Het woordje is geluk. Ik zie dat Fifi iets aan het type is. Met een beetje mazzel zegt ze dat de e-mail van Maan ook binnen is. 40 seconden tot nu toe. We gaan nog even verder. We doen een minuut en 20 seconden. En weet je, uh, dit is de laatste, we doen wel twee minuten. Twee minuten lang hebben jullie de tijd om het woordje geluk te typen. Inmiddels staat de teller op 223 mensen. Hey, wat een geweldige bot. Daan, ik ben zo blij dat je dit uh, gezegd hebt. Echt, mijn oplossing zou dramatisch zijn hiervoor. Echt waar. Zo blij dat je het gezegd hebt. Uh, Vivi is nog steeds aan het typen. 1 minuut en 19 seconden. We gaan nog door. Ben je net aangehaakt? Typ nu het woordje geluk in de chat. En misschien heb je geluk en wil je een gratis clinic over treden. Die ik binnenkort ga geven. Ah, die van Man is ook ben. Ah, Manon en Claudio. Nou, jullie twee die ken ik. Leuk, 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 leuk. Ik heb jullie, uh, jullie twee gezien op de, op de meetup. Hele, hele lieve mensen. Echt, ik ben super blij dat, uh, uh, dat jullie dat zijn. Uh, niet dat ik anderen niet gun, maar uh, weet je. <laughs> uh, ik zei net dat het uh, mooi zou zijn als de zangeres Maan mijn kliniek zou volgen. Nou, uh, jij hebt een gedeelde eerste plaats, uh, Manon. Dus uh, mooi. Oké, okay, twee minuten zijn voorbij. Ik wil jullie vragen om te stoppen. Alhoewel, als je nog niks getypt hebt. Het heeft trouwens geen nut. Hoor. Ik zie best wel wat, wat mensen die blijven dezelfde, hetzelfde woord typen. Maar het heeft geen nut. Uh, je kan beter stoppen, want uh, het wordt toch gefilterd. Dus het heeft geen nut om, uh, het, wo uh, um, om het woordje geluk uh, meerdere keren te typen. Uh, maar ik vind het wel leuk dat, uh, dat jullie zo gemotiveerd zijn om bij die clinic aanwezig te zijn. Oké, okay. nou ik wacht even tot ik jullie stoppen met uh, typen. Want uh, nou, heel veel van jullie zijn al uitgetypt. Uh, 241 mensen. Ik wacht nog eventjes. Oké, okay. oké. Okay. Nou, daar gaan we. Wie of wie wint het? Joost en Ellen. Ook weer bekende. En vaak is het Joost. Vaak is het, er staat Joost en Ellen. Maar nee. Joost en of Ellen. Uh, gefeliciteerd. Uh, ik zie jullie uh, terug bij de gratis clinic. Ook voor jullie geld. Uh, stuur een uh, e-mail uh, naar, uh, naar klantenservice.apersitescryptocorders.nl. Maak een screenshot van je gebruikersnaam in YouTube en uh, de livestream. En uh, ja, stuur het op. En hey mensen, uh, ik ga afronden. Hartstikke bedankt dat jullie aanwezig waren. Ik vond het erg leuk. Ik heb nog nooit zo'n. Uh, lange YouTube stream gehad, uh, techniek liep me gelukkig niet in de steek, sterker nog, ik heb drie hele mooie prijzen kunnen verloten uh, en um, ja, ik ben blij, ik ben blij dat jullie uh, uh, tenminste blij dat de reacties zo leuk waren, ik ben blij dat jullie aanwezig waren en um, ja, dat uh, zit. Uh, dit, de bedoeling was om jullie uh, zoveel mogelijk waarde te geven en helemaal niks te verkopen. Uh, dus uh, we gaan geen uh, webinar geven waarbij wij aan het einde van de webinar, uh, tenminste tijdens de webinar, de helft uitleggen en zeggen dat je een betaalde kliniek, een overprijsde kliniek, moet volgen om uh, de andere helft uh, mee te kunnen maken. Nee, ik probeerde jullie tijdens die anderhalf, twee uur, uh, nou, inmiddels is het al uh, tweeënhalf uur, zoveel mogelijk waarde te geven. Uh, dat is denk ik gelukt. En uh, drie hele mooie prijzen. Dus uh, nogmaals bedankt. Uh, geniet van jullie avond. Uh, ik zie jullie morgenavond. Morgenavond ben ik erbij met een AMA. Samen met Roof en het Cryptocoin-team. Uh, geleid door Fifi. Uh, even tussen neus en lippen door. Uh, ze heeft toegezegd dat ze bij de 100k bitcoin gaat zingen. Dus alsjeblieft, ga morgen niet vragen of ze wil zingen. <laughs> dat gaat ze toch niet doen. Maar die afspraak staat: bij 100k gaat ze zingen. En uh, overmorgen. Uh, kunnen jullie een video van mij verwachten? Volgens mij is het overmorgen. Ja, overmorgen kunnen jullie een video van mij verwachten. En daarna uh, ook iets leuks. Dus uh, bedankt. Uh, fijne avond. Uh, slaap lekker alvast. En uh, tot, uh, tot morgen. Tot morgenavond. Doei.